welkom in een nieuwe aflevering van Vechten met Moskowitz. Vorige week kwam het eerste deel van de revue-editie over het UFO-UAP-fenomeen uit, waarin we uitweiden over wat er zich afspeelde voor het vrijgeven van de UFO-beelden door het Pentagon in 2017. Wat stond er op de tijdlijn? En wat waren de Nederlandse incidenten en hoe kijken Nederlanders daarnaar? Deze week gaan we door met de Amerikanen, waarin ik praat met degene die het ETIP-programma in het grootste geheim leidde voor het Pentagon, Louis Elizondo. Ik praat met documentairemakers James Fox en Jeremy Corbell. Die interviews zijn overigens te zien op het Vechten met Moskowitz podcastkanaal op YouTube. Op Twitter zei Pepijn van Erp van de Skepsis website skepsis.nl dat hij het eerste deel van het UAP gebeuren in de nieuwe revue gênant vond. Nou, ik wilde natuurlijk meteen weten waarom en ik voelde me toch als een wesp gestoken. Dus ik wilde weten waarom hij het gênant vond. Het kwam erop neer dat een bepaald schilderij wat ik aanhaalde van Da Vinci, waar een UFO op te zien is, en een tekening in een klooster in Kosovo waar een UFO te zien is. Nou, in zijn mening zou het ook iets anders kunnen zijn. Nou ja, goed, dat vond ik in ieder geval niet genoeg om een heel artikel of een hele editie op af te serveren. Nou, een ander ding was de Roswell crash. Ik gaf aan dat het Pentagon een dag erna in de Roswell Daily Paper een bericht naar buiten had gebracht dat ze een flying saucer hadden gevonden en alien bodies. Nou, daar kloppen een aantal dingen niet helemaal aan. Het was niet het Pentagon, dat was de RAAF, dat was het militaire luchtveld in Roswell, die dat bericht heeft vrijgegeven. Nou, mijn denkfout was dat ik dacht van het Pentagon is het overkoepelende orgaan van de Amerikaanse strijdkrachten, maar niet helemaal waar dus. Ander ding is, er werd inderdaad aanvankelijk melding gemaakt van een gecrashte vliegende schotel. Maar ik zeg en alien bodies. Nou, hier ging ik wel een beetje de mist in. Want het was pas later dat er naar buiten kwam dat van alien bodies. En dat is inderdaad onderzocht. In de jaren 50 kwam er een artikel over uit dat het waarschijnlijk crash test dummies zijn geweest. Nou ja, goed, daar had hij enigszins gelijk in. Ja, dus inhoudelijk is het waar wat ik zeg, hè? Dus er werd melding gemaakt van een neergestorte schotel en van dead alien bodies. Alleen, daar zit wel een groot stuk tijd tussen. Om dan een heel artikel en interviews te disqualificeren als gênant, daar heb ik nog niet echt een valide reden voor gekregen, maar you be the judge. Maar Pepijn was wel zo sportief om in te gaan op mijn uitnodiging om gewoon met hem te praten, een interview te doen. Omdat ik natuurlijk ook wel wil weten hoe hij door zijn ogen als scepticus kijkt naar de actualiteiten van de afgelopen tijd en wat er zich nu speelt. En daar doel ik dan ook op het ultimatum wat het congres heeft gesteld aan de geheime diensten, waarin ze hun dossiers moeten openen. En dat is natuurlijk erg spannend. En ook de urgentie waarom ik dit ben gaan schrijven. En deze week komt deel 2 van de revue UAP-editie uit, het slotdeel, voorlopig, waarin de ETIP leider, de man die in het diepste geheim het UAP-onderzoeksorgaan runde van 2008 tot 2017 voor het Pentagon, Louis Elizondo. En dat was heel spannend, want dit is de man die dus deze beelden eigenlijk indirect heeft vrijgegeven. En die gaf toch wel een hele hoop interessante informatie over wat er zich hier speelt. Verder met documentairemakers James Fox, die de geweldige film The Phenomenon heeft gemaakt. En documentairemaker Jeremy Corbell, die een documentaire heeft gemaakt over de zeer omstreden klokkenluider Bob Lazar. Die naar eigen zeggen had gewerkt op Area 51 aan een flying saucer. Nou, geniet van deze Vechten met Moskowitz podcast met een echte, echte Hollandse, nuchtere scepticus. Pepijn van Erp. We zijn officieel aan. Ten eerste, hartstikke bedankt dat je zo sportief bent om dit met me aan te gaan. van mijn kant in ieder geval een infantiele reactie op Twitter. Goed. Het is vaak op social media dat het wel vaak wel een beetje meer geprikkeld gaat of zo. Hè. Dat, ik daag je ook een beetje uit en een rijke reactie. En
nou goed, het is niet het meest sociale kanaal in die zin, zeg maar, dat je kunt zien van hoe iets overkomt. Ja, en mijn vrouw die was ook helemaal boos op me. Die zegt van, ja, joh, je gaat toch niet op social media op deze manier met iemand praten? En nou ja, natuurlijk is dat hartstikke logisch. Maar ja, ik was gekrenkt, Pepijn, hè? Dat je mijn werk gênant vond. Ik vond het zo erg. Ja. Nou ja, goed, ik vond er wel een paar dingen in staan. Denk ik van, ja, dat die mij erg storen, zeg maar. En ik van, ja, er zijn een paar van die fouten of zo die erin staan. Denk ik van, ja, die had je toch makkelijk uit kunnen halen. Ik bedoel, het gaat mij helemaal niet om dat je dat er... dat er niks geschreven kan worden over UFO's, helemaal niet. Dat doen we natuurlijk zelf ook. En ook in onze eigen tijdschrift van de Stichting Skepsis. Het laatste nummer hebben we nog een artikel iemand geschreven over UFO's. Wat toevallig wel ook een beetje van diezelfde onderwerpen eruit pikte. Zoals die documentaire over die UFO bij Soesterberg die daar aan zit te komen. En ook natuurlijk die Pentagon UFO's. Ja. Dus nee, in die zin ben ik er helemaal niet op tegen. Ook niet, en ik snap ook wel dat een blad als de Nieuwe Revue misschien net iets spicier gebracht moet worden dan in wat serieuze tijdschrift als dat van ons. Maar het ging mij dat er echt meer om die concrete fouten, denk ik. Van, ja, dat is toch een beetje, of je moet dat heel goed dat bewijs voor hebben, zeg maar, of je moet dat... Nou, laat ik in ieder geval beginnen met een mea culpa. Want inderdaad, er stond inderdaad in dat ene specifieke stukje waar je op inzoomde van Roswell. Nou ja, de denkfout die ik maakte was dat het door de RAAF naar buiten is gebracht en niet het Pentagon. Maar mijn redenatie was, het Pentagon is het overkoepelende orgaan van de strijdkrachten. Maar dat is natuurlijk niet helemaal... nee, dat is gewoon niet correct. En inderdaad, er werd aanvankelijk gemeld over flying saucers en niet over dead alien bodies. Dat kwam pas later inderdaad naar buiten. En geloof me, Pepijn, ik heb het nog echt zitten nazoeken, hoor. Bijna obsessief. Maar, maar je hebt daar wel een valide punt gehad. En ja, weet je... Maar waarom ik een beetje, zeg maar, over feel denk van, hey, dan... omdat juist dat punt, zeg maar, over die alien bodies dus heel uitvoerig onderzocht was. En dat is in de jaren 90, toen zeg maar, het officieel verzoek is gedaan om dat uit te zoeken van wat is er nou wel of niet is, dat uitvoerig aan de orde kwam in die stukken. En dan denk ik van, ja, dan of heb je ze niet goed gelezen. Nou, kijk, ik heb... Dat die verhalen, zeg maar, dat die er op een gegeven moment ontstaan zijn, en dat is redelijk bekend. Maar het is ook intussen ook al dus redelijk goed uitgezocht hoe dat kwam. En dacht van, nou ja, dan... Ja, goed, het is een... Nee, maar daar heb jij een valide punt, hoor. Want kijk, het ding was een beetje dat ik inderdaad gewoon een soort van aanloop wilde nemen naar een currente of een huidige situatie. En toch een soort van tijdlijn wilde creëren van, oké, wat ging eraan vooraf? Maar die slordigheid... ja, dat was omdat ik natuurlijk heel veel informatie tegelijkertijd tot me heb geprobeerd te nemen. En dan, met alles wat je dan zeg maar zo tegenkomt, kun je heel makkelijk, en dat is in dit geval natuurlijk, zeker met dit onderwerp, dat het een loopje met je kan gaan nemen. En dat je soms de verkeerde informatie voor... waarheid aanneemt zonder dat daar concrete bronnen aan vooraf liggen. Of dat er concrete bronnen zijn, of valide bronnen die dat onderschrijven. En oké, in dit punt had je zeker gelijk, maar ik vond het wel heel erg dat je alles gênant vond. Dus was wel... Ja, goed. Er zijn natuurlijk een paar van die punten die concreet zijn, waar ik dan zeg maar, oh ja, dat klopt dan niet. Dan denk ik, oké. Maar goed, het is ook een beetje, het was wel ook een beetje provocerend gebracht. Ik heb wel van die andere stukken in die interviews ook nog wel gelezen. Ik las ook, zeg maar, wat je net aangeeft, in het hele UFO-verhaal, al die dossiers, het is inderdaad heel lastig om daar met het overzicht over te bewaren van wanneer is het nou, zeg maar, gebracht door iemand die achteraf niet zo heel betrouwbaar bleek, die het verzonnen heeft, en hoe is de verhaal verder opgepikt door anderen. Dus het is ook gewoon heel lastig om in al die dossiers uit te zoeken van wat is nou echt, wat staat nu echt vast,
Wat zijn de documenten, de oorspronkelijke documenten, en hoe is het vervolgens in allerlei boeken en soms in hele speculatieve verhalen verwerkt. Dus dat vind ik niet zo gek. Ik las ook dat stukje over bijvoorbeeld over die UFO in Zimbabwe, zeg maar, Ruwa 94. Oh ja. Ja. Denk ik ook van, oh ja, dat is ook weer typ. Ja, dat is wel weer de verhalen vanuit één kant toch een beetje. Omdat ik dat wel een interessante casus vind. Ja, dat is wel grappig. Ik heb nu het e-mailadres van een van die destijds kinderen. En daar ga ik binnenkort mee praten. Ja. Dat meisje dat aan het woord is, meerdere malen Salma heet ze, geloof ik. En zij is ook wel een beetje een ambassadeur geworden van dat hele van die hele gebeurtenis. Dus ik ben wel erg benieuwd wat ze te zeggen heeft. Maar laten we heel eventjes toch nog een soort van introductie dingetje van jou doen. Ik weet dat je bezig bent bij Skepsis en klopt dat wel? Wat is het onderscheid dat ik hier moet maken? Staat dat los van elkaar? Of, Ja, formeel wel. Stichting Skepsis is een organisatie die is eind jaren 80 is opgericht. En is eigenlijk een soort zusje van de Amerikaanse, het heette vroeger PsyCorp. En dat heet nu CSI, Committee for Scientific Inquiry. En die zijn wat ouder. Die hebben op een gegeven moment ergens eind jaren 80 zijn die een soort tour in Europa gemaakt. Om ook in Europa een soort gelijke organisaties in ieder geval te promoten dat opgericht zou worden. Dus dat is ergens in 87 opgericht. En wij geven dus een blad uit 4 keer per jaar. En organiseren een congres. En op een gegeven moment natuurlijk een website bezig gaan houden. En dat ze zich maar nog technisch bezighoudt met bijzondere claims, bijzondere kennisclaims. Zeker in de eind jaren 80 was het bijvoorbeeld UFO's toen ook best wel hot. Daar werd er veel onderzoek naar gedaan. En toen speelden ook dingen als astrologie en dat soort zaken speelden veel. Oh ja. Dus in de jaren 90 zijn er een beetje de graancirkels kwamen op. En ook al die mediums, zeg maar, die claimen te praten met overleden familieleden van je. Dat soort verhalen. En ook al wel met je de alternatieve geneeswijze hebben we ook altijd wel onze aandacht gehad. Maar ja, en dat is een beetje de klassieke onderwerpen van waar sceptici zich mee bezighouden. En dat is eigenlijk, zeg maar, vanaf, ik denk eind jaren 90, een beetje meer, ook meer gericht op allerlei misstanden of op dingen binnen de wetenschap zelf, zeg maar, slechte toestanden binnen de wetenschap. En dat had mijn interesse ook wel. Dus ik ben eigenlijk een beetje meer gaan schrijven en zo toen rond die Diederik Stapel affaire. Dus over die fraude in de wetenschap. Ik ben zelf wiskundige van achtergrond, dus ik heb wel redelijke kijk op het gebruik van statistiek. Die schijnen logisch na te kunnen denken, hè, wiskundige. Ja, goed, dat is wel. Dus, maar goed, mijn interesse was net wel meer over de methodologie van onderzoek en gebruik of misbruik van statistiek. En toen ben ik er een beetje mee ingerold en ben ik er een beetje gaan schrijven. En in eerste instantie ben ik gaan schrijven voor een website, klopt dat wel? En die is opgericht als een soort weblog door een aantal bestuursleden van Skepsis. En dat was wel iets luchtiger dan. Skepsis probeert altijd heel gedegen onderzoek te doen. En daar hebben we een kwartaalblad. Dus ja, als je echt op de actualiteit wil zitten, dan loop je dat een beetje achteraan. Dus die hadden het idee om een iets luchtiger blog, waar je wat sneller berichtjes kunt delen. En daar ben ik in eerste instantie ook voor gaan schrijven. En hoe ben je er zo zelf ingerold? Is dat een soort van aangeboren nieuwsgierigheid? Of? Ik heb wel eens wel teruggezocht. Ik zeg maar, toen ik jaar of laatste jaar basisschool zeg maar, zat, toen had ik zeg maar, de hele bibliotheek zo'n beetje uitgelezen. En op een gegeven moment kom je dan ook de wat vagere dingen tegen. Dus ik heb in die tijd wel heel veel gelezen, ook over, het was een hele boekenserie over allerlei paranormale zaken, zeg maar, ook over UFO's, Bermuda driehoek, moord Kennedy, al dat soort. Ja. Dus die vond ik wel interessant. Ik kan achteraf niet meer precies herinneren hoe geloofwaardig ik al die dingen vond, dat weet ik niet meer. Maar het heeft mij dan wel mijn interesse gehad. Dus in heel van die verhalen die van voor 1980, die heb ik ooit wel wat over gelezen. Ook over die mensen die beweren dat ze zich door UFO's ontvoerd waren. En dat soort, dat speelde natuurlijk een beetje daarvoor. Ja. En ik ben denk ik eind
toen wat later ook een beetje meer in de complottheorieën geïnteresseerd geraakt. Maar toen was ik al wel behoorlijk sceptisch hoor. Toen las ik bijvoorbeeld de Slinger van Foucault van Umberto Eco. Dat is zo'n boek wat denk ik uitkwam toen ik denk ik 17, 18 was. En dat gaat eigenlijk, dat is een parodie eigenlijk op hoe complotdenkers tot hun verhalen komen. Laat zien eigenlijk hoe makkelijk het is om zo'n verhaal te construeren. En ik ben denk ik ergens in de loop van mijn, toen ik studeerde, heeft iemand mij een abonnement of zo cadeau gedaan op het blad van Skepsis. En sinds, ik denk ergens sinds 97 of zo ben ik abonnee. Dus ik las het blad wel. Maar ik ben eigenlijk pas in 2010, 2011, zeg maar, wat ook actief geworden op internet, zeg maar, op fora en zo met waar dit soort onderwerpen. Ja. En ja, ik vond het leuk om dingen te schrijven. En op een gegeven moment werd ik gevraagd voor bestuur van Skepsis. En ja, toen had ik ook het idee van, dan wil ik ook wel wat meer bemoeien met de onderwerpen waar Skepsis zich al traditioneel al mee bezig heeft gehouden. Juist. Waaronder wel die UFO's en ook wel complottheorieën. Nou ja, het is wel leuk. Laten we daar heel even op inzoomen. Want laten we zeggen dat ik voor 2017... UFO's en alle verhalen daar rondomheen vond ik altijd amusant. Maar ik zette het wel in het paranormale hokje. Mm-hmm. En ik ben niet iemand die gevoelig voor paranormale zaken is. Maar wat mij dus eigenlijk triggerde, was... Maar ja, eigenlijk die bijna ambush van dat vrijgeven van die beelden door het Pentagon in de New York Times. Met die beelden erbij. En toen dacht ik van, hé, wat is dit nou? Want het is toch een vrij officieel kanaal dat dan zomaar vrijgeeft. Nou, ben ik het gaan volgen. Heel erg geïnteresseerd in geraakt. Want ja, ik vind het idee dat we wellicht niet alleen zijn in het universum natuurlijk heel plausibel. He, waarom zouden we de enige levensvorm zijn in dat gigantische, ruime gebeuren? Maar, er is een grote maar. En om even Louis Elizondo te citeren. Wat wordt er waargenomen? Wat is de data die er ligt? Wat zijn de signalen die er liggen? Nou, en daarom vind ik het nu wel leuk om misschien ook dat als handvat of kapstok te gebruiken om dit gesprek met je aan te gaan. Hoe kijk jij daar nu naar? En hoe is dat bij jou binnengekomen? Nou, kijk, eerst als in het algemeen, zeg maar, of zeg maar leven of zelfs intelligent leven in het universum is. Ja, dat zou best kunnen. Je kunt er, zeg maar, veel mensen gaan dan met een soort kansrekening aan zitten. Hè. Je hebt zoveel planeten en we ontdekken steeds meer planeten ook binnen, zeg maar, een soort leefbare zone rond sterren. En, dus ik weet zelf, als wiskundige vind ik dat lastig om dat met kansrekeningen te doen. De kansrekening gaat uit van herhaalbare experimenten. Zo. Maar goed, op zich vind ik het is niet iets wat uitgesloten is. Maar het zou ook zo net zo goed niet kunnen zijn. Hè. We zullen dat zien. Nou ja, dat is natuurlijk ook nog de vraag. Hè, van dat wat er wordt waargenomen, dat zeggen ze zelf ook, hoeft helemaal niet buitenaards te zijn. Kan gewoon... Vervolgens heb je natuurlijk dan zeg maar wat de UFO-waarnemingen zijn. Hè? Mensen die nemen iets waar en hebben daar geen verklaring voor. Maar die koppeling zeg maar, tussen eventueel buitenaardse invloeden of niveau, of dat soort buitenaardse... Ja, want de U in de UFO... Ja, is voor mij echt unidentified op dat moment. Hè? Zeg maar, alles, ja. Ik heb daar... Het lijkt me zelf, als wij het niet zouden, zeg maar, iets zou zijn waarbij buiten ons voorstellingsvermogen op dit moment gaat, hè, weet ik, iets wat vanaf aarde is of van binnen ons zonnestelsel, wat hier opeens in onze dampkring ergens iets uitvoert, dan lijkt me dus nog steeds wel heel erg sterk dat met buitenaardse intelligentie te maken heeft. Maar dan zit je toch gewoon met de problemen met het reizen op lange afstanden in het universum. Als je, kijk, ik ga ervan uit dat, wel vanuit dat wat wij nu weten van hoe de fysica in elkaar zit, dat toch niet enorm, in ieder geval niet op een manier nog nieuwe kennis bij zou komen die dat soort reizen in één keer heel plausibel maken of heel verrassend, zeg maar. Al die...
Ja, misschien wel, maar dan zal het nog wel zo duidelijk zijn dat met zulke grote energieën te gepaard gaan, dat het lastig is omdat je zoiets mist, zeg maar. En als je dan kijkt van wat onze astronomen, die heeft natuurlijk heel structureel naar onze, ja, En met de kennis die bij voor ons voorhanden is, hè? kijken, zien we dat soort effecten niet, zeg maar, dichtbij ons. Als je een enorme energie ziet, dan gaat het echt om exploderende sterren. Ja, daar kun je niet echt van Nou wachten ja, om ik vind het wel dan. interessant. Kijk, die jongens van bijvoorbeeld UfoMeld. Alex en Bram, ja, wat zij zien. En daarom vind ik hun site wel heel cool. Want waar ze vooral mee bezig zijn, is verklaren. En laten we zeggen dat 99,9% gewoon te verklaren is. Het is of een meteoriet, een satelliet van Elon Musk, die heel veel mensen onlangs nog voor UFO's aanzagen. Of een geheim wapen, wat bijvoorbeeld de stealth-bommenwerper, die een driehoekige vorm had, ja, heel lang door mensen werd aangezien als een UFO, puur omdat ze het niet herkenden. Ja, dus het menselijk brein heeft een beetje het reflex dat als je het niet kan verklaren, dan geef je het maar een, moet ik het zeggen, een magische kwalificatie. Ja. En dat is denk ik een heel menselijk reflex, hè? Want ja, God, dat doen we wel vaker. Maar wat mij het intrigeert is waarom, en dan doel ik vooral op de beweegredenen, waarom dit zo door het Pentagon naar buiten wordt gebracht, met de vraag eigenlijk ook naar de lezer en de kijker toe, van wij weten niet wat het is, en het is bijna alsof ze de hand uitreiken van help ons te verklaren, want we weten het gewoon niet. Ja, daar zijn ze niet heel open in, zeg maar, wat hun beweegt. Ik bedoel, die eerste drie die video's die, zeg maar, in 2017 dan in de New York Times, zeg maar, gebracht werden. Ja, een hiervan die was al langer bekend, volgens mij sinds 2009 al. Binnen de context is volgens mij dat het meest interessante geval, die Tic Tac-verhaal. Maar goed, ze zijn op een gegeven moment. Ja, gelekt door toch wel via die Louis Elizondo, die toen op het einde van zijn contract Gaf je zat. toe, hè, aan mij. Ja, en volgens mij was dat redelijk duidelijk wel. En hij had er toen wel belang bij, want hij is toen aangesloten bij To the Stars Academy van Tom DeLonge. Dus of dat nou ook, ja, natuurlijk ook wel publicitair handig aangepakt. Maar ja, uiteindelijk, vorig jaar pas, hè, dat ze Pentagon zegt dat ze authentieke beeld waren. Maar eigenlijk zeggen ze, ja, voor ons zijn ze identified, maar eigenlijk geven ze verder helemaal geen informatie over wat ze nou hebben uitgezocht. Dus ja, wat ze dan hebben uitgezocht, dat weten we dan eigenlijk alleen maar via Louis Elizondo een beetje. Ja, hij is een beetje één oog in het land der blinden. En ja, dat. Ja, nou, zo gauw het een beetje lastig krijgt, of in ieder geval mensen hem scherp bevragen, en zeggen, ja, nee, maar dat kan ik niet vertellen, want dat zit in mijn non-disclosure agreements. Ja, vind ik Ja, een dat beetje was wel lastig. grappig inderdaad. Als ik hem inderdaad een directe vraag stelde, waarin ik ja, viste naar concrete informatie, dan gaf hij ja, wel iets weg, maar niks waarvan je zegt van oké. Hier heb ik een handvat, hier kan ik iets mee doen, dit kan ik zelf nu gaan uitzoeken. Dus inderdaad, het was meer van, ja, ik heb iets wat ik jou niet met jou kan delen, maar ja, en dan een soort van in nevelen gehuld Ja. hintje, Ja, zoiets. dus kijk, officieel van het Pentagon weten we eigenlijk helemaal niks. Behalve dan dat zij niet kunnen zeggen van dit is dit vliegtuig geweest wat we hier zien. Of, dus dat maakt het een beetje lastig. Ik zag ook een interview met Louis Elizondo met Mick West van de Ja, website Big West, Mirror. ja. Die heeft dat denk ik het meeste, vanuit de sceptische hoek, denk ik, het meeste onderzoek gedaan naar al die video's. Die vroeg hem dus ook. Ja, die heeft, zeg maar, redelijk plausibele verklaringen, zeg maar, voor die aantal van die video's. Nou ja, nu moet ik eerlijk zeggen, dus van de week heeft Jeremy Corbell en George Knapp hebben wat nieuwe beelden vrijgegeven, die dan wel worden bevestigd, min of meer worden bevestigd door het Pentagon. Maar als ik daarnaar kijk, dan ben ik ook niet overtuigd, want het lijkt, ik zie volgens mij gewoon landingslichten Ja, en dat zijn die. Met die groene. driehoekige, ja, die groene, ja, volgens mij is die ook wel toch wel aardig aangetoond dat gewoon een vliegtuig is met de landingslichten waardoor je de Big camera West, trekt, zeg ja. maar. Ja, en ook de sterren zie je ook driehoekig, dus dat past helemaal bij dat er een camera-effect is geweest. En je kunt eigenlijk de hele sterrenhemel weer terugvinden
En die vond ik ook uiteindelijk niet zo, niet zo interessant. En die vond ik ook minder overtuigend in ieder geval dan die aanvankelijke beelden die in 2017 dan echt zo openlijk naar buiten zijn gekomen. Nou, wat Louis Zonder zei, dat was mij in dat interview met Mick West, die vroeg ook van waarom heb jij die toen thuis gelekt? Of niet van ja, ik weet niet of je in dat ook interview ook zei van dat hij dat had gedaan, maar hij had wel als helemaal belangrijk vond dat het naar buiten kwam, omdat dan het publiek ook mee kon denken. Ja. Ja, oké, okay, dat klinkt vind ik te prijzen. Maar vervolgens, als er dan een redelijk plausibele verklaring komt van bijvoorbeeld Mick West, dan zegt hij, nee, dat klopt niet. Want dat klopt niet met onze analyses van toen. Dan zeg ik, dat spoort bij mij niet, zeg maar. Dan zeg ik, een beetje flauw. Nee, en dat maakt het allemaal een beetje lastig ook. Maar als ik dan... wat ik wel interessant vond, was zeg maar de uitleg van Elizondo hoe hij zelf destijds opereerde als leider van ATIP. Dus hij had het over just the facts, man. En dat was op een mooie militaire manier uitgedrukt door hem. Maar hij zegt inderdaad, wat hebben we dan... We hebben zeer getrainde observanten, dat zijn onze piloten. Meerdere observanten die tegelijkertijd onder dezelfde omstandigheden hetzelfde waarnemen. Dan hebben we verschillende radardata die op hetzelfde moment in verschillende systemen hetzelfde zien. En toen vroeg ik hem naar, toen werd het een beetje vaag van, zijn er dan ook signalen die jullie kunnen opvangen? Toen zei hij, we hebben meerdere systemen en dat zou akoestisch kunnen zijn, elektronisch, ablatie. Allerlei dingen die hij aangaf die ze kunnen meten, zijn niet met welke systemen, want dat was dan weer geheim. Die radardata, dat lijkt me ook interessant. En volgens mij heeft niemand dat ooit aan hem gevraagd, van maar als je die hebt, dan willen we die eigenlijk ook wel zien en die zijn dus ook niet te zien. Dus je hebt het alleen over observanten. Het lastige is dat die eerste casus, zeg maar, die van die Nimitz, is eigenlijk het interessantste. Want daar zijn zijn meerdere mensen die zeg maar vanuit verschillende posities iets hebben gezien. En het is niet helemaal duidelijk of niet helemaal vast dat ze nou eigenlijk telkens over hetzelfde hebben. Want degene die zeg maar uiteindelijk verantwoordelijk was om de dingen te gaan onderzoeken, dat is zeg maar de radar operator zeg maar, van een van die schepen, die had zeg maar, die zag op de radar telkens een formatie van vijf of zo, van meer van die objecten, die volgens hem dan in ieder geval op een hele grote hoogte, ik geloof iets van 10 kilometer bijna, vlieg voorbewogen, maar heel langzaam, zeg maar, echt met een lage snelheid. Dat kan er dus geen vliegtuigen zijn op die hoogte, die kunnen niet zo langzaam vliegen. En dat was zeg maar gedurende een aantal dagen, zag je dat op zijn scherm zeg maar voorbij komen. En dan dacht hij in instantie, dit is een probleem met de nieuwe software of nieuwe systeem. Ze hebben het op een gegeven moment opnieuw opgestart. En toen bleek het nog steeds voor te komen. En omdat er toen oefeningen waren gepland, dachten we, voor de zekerheid moeten we dat toch even uitzoeken. En is die in eerste instantie die Fravor of die Commander Fravor? Ja, Commander David Fravor. Die in ieder geval met twee vliegtuigen zijn daar naartoe in ieder geval die richting op gestuurd van ga eens kijken. En vanaf dat moment lopen de verhalen een beetje uit elkaar. Wat Fravor vertelt en wat die operator, die Kevin Day over vertelt, van wat hij op dat moment terug hoorde van Fravor, dat klopt niet helemaal met elkaar. Dat maakt het allemaal een beetje ingewikkeld. Maar wat klopt er niet? Dat weet jij waarschijnlijk. Ik geloof in ieder geval dat Fravor zegt volgens mij dat hij eerst zeg maar in het water iets zag en. Dan weet ik het weer. Ja, hij zag die een object omhoog vloog en bij. Nee, ik weet ik ken die case, want hij zag dus een tiktak bewegen, maar tegelijkertijd zag hij onder het wateroppervlak iets wat een grotere omvang had, wat dan min of meer een soort van schuimlaag veroorzaakte. Ja, in ieder geval een beroering in het water in ieder geval. En dat. En in wat Kevin Day volgens mij vertelt, het eigenlijk andersom, dat hij zeg maar, die Fravor stuurde naar de voorste van die radar reflectie. Ja, wat het is, weet ik natuurlijk niet. En op het moment dat hij daar aankwam, dat hij beschreef dat hij, wat hij dan zag, is ook niet helemaal duidelijk, geloof ik, maar dat er iets om hem heen draaide en naar beneden dook. En dat hij er toen daarna zelf in een spiraal naartoe is gevlogen. Ja.
Ja. En op het moment daar beneden iets die TikTok dan heeft gezien. Maar... Ja, dit is wel interessant wat je zegt. Want kijk, wat hij eigenlijk omschrijft, David Fravor, en dat is iets later naar buiten gekomen, is dat die TikTok eigenlijk zijn manoeuvres spiegelde. Ja. En kijk, als jij iets ziet wat jou spiegelt, ja, misschien is het wel een spiegeling op een of andere manier. Ja. Ik geloof dat Mick West heeft daar ook naar gekeken. Die zegt van ja, kijk, als je zeg maar een object hebt en je vliegt naartoe en je schat de afstand verkeerd in en je gaat draaiend eromheen, dan heb je misschien het idee dat deze zeg maar jou zo draait. Maar het kan ook zijn dat je er zelf alleen maar eromheen draait. En het hangt heel erg af van hoe goed jij die afstand tot dat object, of in ieder geval of dat fenomeen, wat je ook niet iets wat je ziet, of je dat echt goed in kunt schatten. Er zijn heel veel voorbeelden al dat daar de misverstanden vaak ontstaan. En daardoor. En ja, en ook niet duidelijk of je dat nou oogcontact, zeg maar, in ieder geval visueel meteen zag, of alleen op die schermpjes. Dat maakt ook nog behoorlijk uit. Maar ja, het verhaal van Fravor en Kevin Day, dat komt niet helemaal overeen. En die Kevin Day heeft wel met een aantal andere mensen die. Er was blijkbaar ook zo'n Hawkeye-systeem, wat zeg maar, met je in de buurt, wat al die radar-dingen opving. Er zijn een aantal mensen die daar. Ik geloof niet dat degene die zelf bevloog, maar wel die mensen kent die dat ding vlogen, die dus met Kevin Day daar heel geïnteresseerd zijn in die casus. En die proberen dus met die Fravor weer contact te krijgen om uit te zoeken van hoe zit het nou echt. Maar Fravor die weigert contact, die wil alleen maar via Elizondo met de Fox ja. News en dat soort praten. Ja, ik heb ook geprobeerd. Dat maakt het mij een beetje. Ja. Ik denk van ja. Iemand wil hier van gaar ook aan zijn verhaal vasthouden en heeft toegang tot de netwerken. En ja, dat is voor hem ook een. Ja, ja. Interessant. Ja, nu is Fravor niet de enige die openlijk spreekt. Je hebt ook Commander Underwood en Commander Slate. Alleen die Underwood die wil ook, geloof ik, niet praten met Big West. Dat, ja. En soms beroepen ze zich op non-disclosure agreements. Maar je komt er niet veel verder mee. Dat is een beetje lastig. Want je hebt dus alleen maar die beelden. Die zijn volgens mij door Underwood geschoten. En die beelden zijn zelf, ja, die zijn eigenlijk niet zo spectaculair als je daar goed naar kijkt. Maar in combinatie met die verhalen, als het allemaal op hetzelfde slaat, als je dat kunt laten zien, ja, dan heb je wel nog dan is er best wel wat te verklaren, zeg maar. Maar dat wordt niet helemaal duidelijk. En ja, dat is natuurlijk ook alweer weer 16 jaar geleden. Ja. Ja, de vraag is. En ja, die radarbeelden, als die ergens of die opgeslagen zijn, dat is niet helemaal duidelijk. Volgens mij zijn wel de. Het lijkt mij raar dat als iemand zoals Elizondo, die dus de taak heeft om dit soort dingen te onderzoeken met aan de hand van dus dat systeem wat hij zelf aanhoudt. Hè, dus ooggetuigen, meerdere ooggetuigen, meerdere data en signalen. Nou, dan denk ik. Van, dan gooi je die data niet weg. Dan zou je dat toch moeten bewaren ergens. Ja, maar die Elizondo, dat programma is natuurlijk pas veel later gestart. Hè? Dat is volgens mij in. 2007, 2008. Ja, dus je weet niet zo goed hoe. Want dat Nimitz'se geval is volgens mij 2004. Dus hoe dat precies. Ja, waar die data dan is en. Maar goed, ze zijn in ieder geval niet publiek beschikbaar. Dus op een gegeven moment houdt ze dan ook een beetje op van ja, hoe ver kun je komen. Alleen die beelden aan zich, zeg maar, als je alleen puur die beelden zelf kijkt, ja, daar zijn best wel alternatieve verklaringen voor die maar niet zo. Ja, dan weet je nog niet wat je ziet precies. Maar ze duiden niet meteen op hele bijzondere eigenschappen, vliegeigenschappen of zo. Nou, nu moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb die beelden. Die je ziet, een vriend van mij die heeft vroeger Apache-helikopters gevlogen voor onze strijdkrachten. En die kan dus die data goed begrijpen die hij ziet. Maar wat hij dus leest, bijvoorbeeld bij dat filmpje dat ding over het wateroppervlak. Ja. Hij zegt, ja, dat is niet iets, dat gaat wel heel erg snel. Dus hij zegt, dat kunnen wij in ieder geval niet. Ongeacht of het nou iets is wat. Nou, goed, ik heb de analyse zelf niet echt heel in detail over gedaan van Mick West, maar dat lijkt wel, je ziet de achtergrond, het hangt er inderdaad af van hoe hoog je dat object is en dat kun je niet goed afleveren. Maar ik geloof dat die eigenlijk toch wel vrij duidelijk is dat het toestel wel heel snel beweegt, maar dat het object eigenlijk vrij stationair toch eigenlijk is en dat het gewoon veel lager is dan ze denken. Mijn vriend... Volgens mij is dat er met relatief...
makkelijk na te rekenen hoor. Maar dat, dus ik geloof niet dat dat nou zo'n aspect, dat nou echt veel vraagtekens nog oplevert. Ja, wat de jongen in ieder geval zei, hij zei van wat ik lees in het beeldscherm, dat is vrij uitzonderlijk. Dus nou oké, dat neem ik graag van hem aan, want hij heeft natuurlijk jarenlang dat beroep uitgeoefend. Dus, maar het is wel een punt, hè, maar je moet echt mensen hebben die precies weten van wat zie je nou in je scherm, wat zeggen die getallen. En heel vaak zijn maar weinig mensen die daarover willen vertellen met ook die andere films. Ja, dat is natuurlijk ook gedeeltelijk geheime informatie van hoe goed zijn die opnames nou eigenlijk van die camera's. Wat zijn de mogelijkheden daarvan? Ja, dat zijn natuurlijk toch deels van militaire geheimen. Dus ik snap ook wel dat ze daar als ze die analyseren en ze hebben daarmee ontdekt van oh, dit is niet iets heel bijzonders, dat ze dat ook niet willen vertellen, omdat ze daarmee aangeven van oh ja, dit kunnen onze apparaten precies. Dus dan, ik snap ook wel vanuit zoiets als een Pentagon dat zij niet, als zij die analyse zelf hebben uitgevoerd en hebben gedacht van dit is niet heel gevaarlijk voor ons, of het is niet voor, misschien gewoon inderdaad een ballon of zo die we gezien hebben, dat ze dat ook niet zo heel graag meteen willen vertellen. Want dan geven ze er ook alleen al, hoe ze die analyses doen, geven ze informatie weg. Ja, maar wat ik toch wel een fascinerend fenomeen vind, is dat, nou ja, dus eigenlijk voor 2017 heb je dus eigenlijk altijd gezien dat wanneer er dit soort waarnemingen waren, dat het Pentagon, net als in Roswell, toch met een verklaring komt van, ja, weet je, het was maar dit. En nou ja, zelfs met Roswell was het ook een geheim programma wat ze hadden en iets wat ze helemaal niet wilden prijsgeven. Die satellietballonnen en dat soort. Ja. Maar dan denk ik van oké, waarom hebben we dan zo'n Elizondo die dit naar buiten brengt, maar ook een Harry Reid, ook een Rubio, een Mellon, dat zijn dan weer politici. Een deel volgens mij ook verbonden aan de Star Academy. Dat is het hele programma wel op instigatie van die Harry Reid is ingezet. Juist, ja. Dus het is ook niet onafhankelijk van elkaar. Maar er zijn natuurlijk gewoon, als je kijkt naar de namen die bijvoorbeeld die in dat programma van Elizondo, ja, wat ermee samenhangt. Dus op een gegeven moment iets van 22 miljoen op een gegeven moment ergens gereserveerd voor een programma van 5 jaar. Daar zit dus onder andere dat clubje waar Elizondo dan de hoofd van was, wat dus echt maar concrete zaken heeft onderzocht. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook een aantal wetenschappers opdracht gegeven om een soort reviews te schrijven over speculatieve wetenschap eigenlijk, over van metamaterialen, van wat zouden we daarmee kunnen en wat voor invloed zou dat hebben op, waar moeten we rekening mee houden in de toekomst. Dus er zijn ook iets van 20 documenten ook geschreven. En dat, als je dan kijkt naar de namen van die wetenschappers die dat hebben gedaan, zijn ze zich gedeeltelijk goede wetenschappers, maar die zijn ook al jarenlang met dit soort onderwerpen bezig. Dus die hebben ook al belang bij om dat te promoten. Ja, maar ja, hier is dus eigenlijk een beetje zeg maar wat ik me afvraag. Hè. Kijk, we hebben het over dat er misschien een eventueel commercieel belang bij ligt. Maar aan de andere kant, weet je, het is natuurlijk ook wel fijn dat er in ieder geval een orgaan of een organisatie bestaat die dat wil onderzoeken en kan onderzoeken. Ja. En die hebben daar natuurlijk ook een budget voor nodig. Ja, ja, want als ik het goed begrepen heb, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd hoor. Die Harry Reid die is in ieder geval dikke vriendjes met die meneer Bigelow. Dat is een Robert Bigelow. Die en serieus onderzoek heeft gedaan voor NASA, zeg maar, die dus ook opdrachten krijgt van NASA om, ik weet niet wat nou de laatste dingen waren. Maar dat is wel in ieder geval iemand die al heel lang UFO-enthousiast, zeg maar, is. Hè? Ja, Bigelow, dat vind ik inderdaad een... Ik zag onlangs een interview met hem bij Joe Rogan, de podcast, comedian. Oké. Ja, moet je maar even kijken. En ja, waar ik dan een beetje op afhaak, is inderdaad dat het dan al wel vrij snel weer in het paranormale en bewustzijn. En... Ja, dat heeft hij volgens mij ook. Ja, maar wat ik ervan begrepen heb, is dat zeg maar, het UFO-onderzoek binnen Pentagon was altijd een beetje taboe op een gegeven moment, sinds begin jaren 70. Het project Blue Book is afgesloten. En ja, toen werd er altijd gezegd van, wij doen dat niet meer, we doen daar niks meer aan. En dat is natuurlijk... Ik denk van gewoon concrete waarnemingen die door piloten werden gedaan, die zijn natuurlijk altijd wel uitgezocht. Denk ik, om gewoon vanuit vliegveiligheid. En, ja. Maar op een gegeven moment zijn, maar volgens mij zijn de, is er dan een soort
wat je volgens mij ook in Nederland wel hebt, dat als bepaalde dingen niet direct duidelijk zijn, dan waren er altijd wel mensen die geïnteresseerd waren om dat uit te zoeken. En werd er volgens mij heel vaak doorgezet naar Bigelow. Ja. Die vond het dan leuk om uit te zoeken. Maar op een gegeven moment heeft hij natuurlijk, omdat hij dikke vriendjes was met Reed, zegt van, oh ja, ik wil dat onderzoek eigenlijk ook wel gewoon betaald via contracten doen. Dat komt hem natuurlijk beter uit. Ja. Dus zo is het volgens mij ook wel een beetje gelopen. Maar dat programma is wel groter, dus niet alleen dat onderzoek. Maar er staat bijvoorbeeld ook ergens in die stukken dat er een hangaar zou worden ingericht om materialen die gevonden zouden zijn veilig op te slaan. En dat slaat gewoon op een van de hangaar van voor spullen van die Bigelow wilde gaan doen. Dus, maar goed, dat is ja, die Harry Reid die is al heel lang dikke vrienden volgens mij met die Bigelow. Dus die zit in dezelfde staat, is van een politieke sponsor van hem. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, ik wil niet per se een commercieel belang disqualificeren als dan niet valide, omdat ik wel denk. Ja, kijk, iets moet natuurlijk een financiële injectie krijgen om het te kunnen doen. Dus wat dat betreft heb ik zoiets van, oké, dan wil ik het nog wel het voordeel van de twijfel geven. Maar ik heb een probleem met die Bigelow. Want ik vind het gewoon een, hij doet me een beetje denken aan een soort van hele rijke Salvador Dalí, die heel graag... Maar goed, ik denk ook wel dat... Uiteindelijk is dat onderzoek, zeg maar, wat in die club dan van Elizondo is, dan hebben ze natuurlijk toch gewoon in eigen huis gehouden. Dat is natuurlijk gewoon verstandig, denk ik. Maar we weten eigenlijk niet zo goed. Wat ik een beetje begreep, dat Bigelow een klein team heeft, wat een beetje meer een coördinerende rol vervult. Op een gegeven moment dat ze dus gewoon experts van andere eenheden hebben gevraagd van, kijk hier eens naar of... hoeveel ze nou hebben onderzocht of niet, ja, dat blijft natuurlijk allemaal... Bigelow met zijn Skinwalker Ranch, waar dan ook allemaal spoken en interpreten en info's en... Daar heb ik eigenlijk nog niet zo naar gekeken, maar ik ken het... Ik denk dat je, dat vooral jij haakt dan al helemaal af, denk ik. Maar dan moet je maar eens in verdiepen, want dat Skinwalker Ranch verhaal, dat is voor mij dan al een beetje... Maar goed, wat ik dan toch inderdaad fascinerend vind is... De overheid daar in Amerika daar toch wel in meegaat. Stel je voor dat het opgezweepte hype is, dat het iets is. Maar waarom zou je dat willen doen? Wat zijn dan je beweegredenen, denk ik? Hè? En dan belanden we weer in het speculatieve, maar... Oké, wat is dit? Waarom worden we nu ineens onderhevig gemaakt aan dit soort berichten? Dat New York Times artikel van 2017 heeft volgens mij echt wel te maken met die club van Tom DeLonge die toen gestart is. En er zaten ook wel bekende namen in die al sinds de jaren 70 met dat UFO-onderzoek bezig zijn. En als je goed naar... Dat was echt wel puur een commerciële organisatie. Die hebben ook van aandelen zo verkocht. En die had ook als duidelijk doel, zogenaamd onderzoek. Maar ook een belangrijke poot was om er documentaires en zo door te gaan maken voor de History Channel of Discovery Channel. Dus daar zat wel een verdienmodel achter. Maar goed, die verhalen, zeker in Amerika, UFO's, dat is nooit helemaal weg geweest, die interesse. Het is gewoon publieke interesse, leeft er. En ik denk, daar spelen ook die senatoren, politici spelen daar denk ik ook gewoon wel op in. Of ze zijn misschien ook gewoon echt wel oprecht geïnteresseerd hoor. Maar als je gewoon kijkt naar wat er officiële, wat er in die persberichten van de Pentagon staat, ja, dat is allemaal niet, dat is allemaal weinig, er zitten weinig speculaties in. Ze zeggen niet van, wij zien dingen die we niet kunnen verklaren. Nee, we hebben deze zaken, dit zijn beelden van echt, het zijn van onze mensen gemaakt. En voor ons blijven ze unidentified. Maar ze zeggen niks van, zijn we hier nou zenuwachtig over? Zijn dit nou, denken we dat we hier de technologie zitten die wij niet kunnen, die wij niet in huis hebben? Nou ja, dat spreekt Elizondo dus wel uit. Hè? En Harry ook wel. Hè? Dus ze zeggen van dit is er, we weten niet wat het is. En dat wordt toch wel heel duidelijk gemaakt in hun berichtgeving. Dat is net niet de officiële club meer. Dus dat maakt het mij lastig voor mij. Zeg maar. Ik begrijp. Hij is enthousiasteling en die wil dat graag zeg maar, ook verder onderzoeken laten doen. Ja, hij is nou met pensioen geloof ik. Maar je hebt dan ook die Radcliffe, ik weet niet of je dat hebt gezien, de voormalige hoofd van de CIA. Dat iets van... Twee weken geleden.
Ja, ik heb wel, wel dat had te maken volgens mij dat ze nu binnen een paar maanden. Nou ja, hij wordt dus geïnterviewd. We zijn eigenlijk om eigenlijk wat meer uitleg te geven over wat ze nu allemaal gedaan hebben. Ja, maar hij onderschrijft wel weer van we hebben hier te maken met fenomenen die we niet kunnen verklaren en we willen het weten. Dus dan heb je toch weer een dude van de CIA. Ja, precies. Maar hij is wel net uit functie. Dus ik denk, van ja, dat ziet maar, altijd. Valide. Als ze uit functie komen, dan kunnen ze, je kunt zeggen van ze kunnen wat opener praten. Maar je kunt ook zeggen van ja, maar ze kunnen ook niet meer gepakt worden op hun woorden. Dat vind ik een beetje het lastige daaraan. Ja, maar dat is inderdaad het kip of het ei verhaal. Hè? Van, kijk, in functie had hij dat waarschijnlijk nooit mogen zeggen. Nee, maar uit functie, dan moet je het maar voor waar aannemen. Dat is, Nee, maar goed, we zullen wel zien. Ik begreep in ieder geval dat er is een van er in een amendement of zo op die begroting, of op dat enorme steunpakket, hebben ze er iets ingefietst dat Pentagon dus meer openheid van zaken moet treden. Ja, het heeft helemaal niks met elkaar te maken, die amendementen en het steunplan. Nee. Maar ja, goed, ik weet ook uit bronnen, tenminste dat is me verteld, dat die UAP Task Force, dat twee mensen zijn en die doen dat in hun vrije tijd zonder budget. Ja, dat is volgens mij bij wel meer van de meer landen. In Chili heb je natuurlijk een actieve club en in Frankrijk volgens mij ook. En dat zijn vaak, dan is het wel een officiële instelling. Maar als je kijkt van wie er dan actief zijn en hoeveel tijd mensen daarvoor hebben, dan is het eerder meer een soort een bijbaantje of in ieder geval. Het komt er vaak een beetje hobbyistisch over. Ze hebben wel beschikking over alle materialen. Maar het is niet zo dat daar nou een hele team van mensen daar 24 uur of in ieder geval mee bezig is. Nee, helemaal niet zelfs. En dat is dan ook weer een beetje een soort van teleurstellend. Dat je denkt van ja, oké. Okay. Dan krijg je een bombastisch bericht van er is een UAP Task Force. En dat zijn dan twee vrijwilligers die. Goed. Dan geeft het ook aan. Eigenlijk dat er op iets hoger niveau, waarbij natuurlijk de budgetten verdeeld worden, eigenlijk het idee is van ja, dit is helemaal niet zo belangrijk, zeg maar. Want eigenlijk speelt het niet zo. Bovendien hoeven die geheime diensten helemaal geen moer prijs te geven. Nee, ook niet. Dus, daarom focussen zeg maar ook in een beetje sceptici zich echt wel gewoon op, ja, wat is er nou beschikbaar? Wat zegt dat nou? En kijk, zoveel oogtuigslagen wordt al lastig, omdat je daar heel moeilijk iets vaak komt aan kunnen. Ja, wat ik wel interessant vind aan wat bijvoorbeeld Elizondo tegen mij heeft gehint of gezegd eigenlijk, is dus dat hij eigenlijk zegt van, kijk, uit vrije wil geven ze natuurlijk nooit iets vrij. Dus waar hij op doelt, is dat wat hij vrijgeeft, of dat wat zij vrijgeven, min of meer een pressiemiddel is, juist naar de autoriteiten toe, om meer informatie naar de burger toe te spelen. Ja. Hè? Dus dat is een beetje waar ze op aansturen. Dus het is eigenlijk bijna een soort van chantage van, oké, wij geven steeds meer vrij, zodat jullie steeds meer informatie moeten loslaten aan de mens. Ja, goed, die moties denk ik daar die dan aangenomen is, die is dan denk ik wel een beetje voorbeeld van dat ook politici daar wel voor gevoelig zijn. Kijk, in Amerika er is altijd een vraag van het publiek, hè, naar wat weet de overheid nou van UFO's? Bij elke presidentkandidaat wordt het ook weer gevraagd van, en als u president bent, gaat u dan al die files opengeven? Dat leeft daar gewoon. Maar Pepijn, heel eerlijk, stel je voor, jij wordt de president van Amerika. Wat is het eerste wat je zou uitzoeken? Nou, niet dit, denk ik. Dat zou ik toch eerder in die politieke intriges zoeken. JFK, wie was het? Ik denk niet dat. Niet die casus die nog heel erg leven binnen het publiek of zo. Want volgens mij zijn die eigenlijk al best wel redelijk uitgezocht. Ik zou het niet zo weten. Maar er zijn natuurlijk gewoon. Je wordt natuurlijk als president, die wordt natuurlijk gewoon gebriefd in de dingen die lopen, zeg maar, de geheimen. Dat zou natuurlijk interessanter zijn. Maar ik verwacht niet, zeg maar, dat er nog, zeg maar, zeker wat die oudere UFO-zaken, dat er dan nog echt dingen boven water gaan komen die opeens het beeld daarvan heel erg gaan veranderen. Dan zijn er. Maar er wordt wel steeds meer vrijgegeven, ook in de Verenigde Koninkrijken. Dus via van die WOP-verzoeken. Eigenlijk zien we nu
geloof ik een beetje alles daar wel weer vrijgegeven van dat British UFO Desk of weet je dat. Ja, nou ja, ik heb ook een WOP-verzoek gedaan in Nederland. Mm-hmm. En nou, ik kreeg natuurlijk wel netjes een bericht. En ja, god, ze zeggen, we nemen onze strijdkrachten nemen, hebben nog nooit een UFO waargenomen. Maar daar zat wel een soort van kanttekening aan. Ze nemen wel een known waar. Wat, wat feitelijk hetzelfde is. Maar goed, omdat UFO's iedereen natuurlijk meteen associeert met echt een concreet object en of een onbekende oorsprong. En, dat je natuurlijk gewoon dingen op je radarscherm ziet van waar je niet meteen weet wat het is en wat misschien een reflectie is of zo. Dat is natuurlijk ook een unknown op dat moment. Even terugkomen op bijvoorbeeld, ik heb een interview gedaan met Robert Salas, hè, de man die destijds leiding had over die nucleaire luchtbasis Malmström. En destijds onderdeel was van die. Sorry? Dat zegt hij, geloof ik. Ik geloof dat daar erg twijfel over is, over wat zijn echte functies nou zijn geweest. Ah ja, hij had in ieder geval een commandant die daar een streepje hoger was dan dat hij was. Dat weet ik. Yeah. Maar hij was dus ook onderdeel van dat Robert Hastings persconferentie ding destijds in 2010, 2013. Dat een aantal van die militairen hun verhaal kwamen doen. Maar dan krijgen we dus wat Elizondo, Salas en nog een aantal andere mensen bevestigden aan mij, dat er een bepaald patroon zou zijn over UAP's die toch het meeste activiteit vertonen boven plekken of op plekken waar of kernkoppen liggen, dus kernwapens, of een kerncentrale. Ja. Ik ken die verhalen, ik heb er zelf niet heel uitvoerig naar gekeken hoor, maar ja, ik ken het verhaal van Salas, dat is een belangrijke bron voor die Hastings, voor dat boek geweest. Maar ik weet niet wat het, weet je, vanuit sceptische bronnen wordt, is Salas wel heel erg onbetrouwbaar wordt gezien. Dat hij eerst zei dat hij er is in ieder geval een incident in ieder geval geregistreerd bij een zo'n kernwapen. In ieder geval zo'n raketsilo, geloof ik. En dat is uitgezocht. En dat bleek inderdaad wel iets met een elektrische schakeling zijn die iets verstoorde. En dat is iemand die iets toen geroepen heeft over een UFO. Maar die zat in die bunker. Er is op dat moment wel. De term UFO is ergens gevallen en er was een storing. Maar dat is opeens opgepikt. Maar die Salas heeft eerst stelt dat hij daarbij betrokken was, maar dat bleek wel snel niet te zijn. Zit, ja, maar ik zat bij een andere bunker en toen weer een andere. En uiteindelijk is het bij die Malmström. Dus hij is in ieder geval enorm veel groter gemaakt dan het was. En ik ben niet helemaal op de details, dus ik ga hier een beetje af op wat anderen erover geschreven hebben. Ja. Dat incident stelt eigenlijk bijna niks voor. Dat is eigenlijk helemaal niet gelinkt met een UFO-waarneming, een concrete UFO-waarneming. En er zijn een aantal dingen inderdaad in het. Kijk, Salas die zat ondergronds, hè, dus hij heeft het in ieder geval niet zelf waargenomen. Ja. Dus hij gaat af van wat hij gehoord zou hebben over de telefoon. Maar wat ik wel weet, is dat er meerdere meldingen zijn geweest. In ieder geval bij die basis waar hij destijds zat. Dus onafhankelijk van hem. En dat dit wel vaker is gemeld. Ja. Nou, er zijn natuurlijk wel in die Engelse kwestie, die Rendlesham Forest, dat weet niet daar nou, of helemaal zeker is dat daar ook kernwapens lagen, weet ik niet. Maar je hebt in ieder geval een aantal van die meldingen bij militaire basissen. En op zich is dat natuurlijk niet zo gek, want er loopt natuurlijk bewaking rond die altijd dingen in de gaten moet houden. Dus je hebt natuurlijk veel meer mensen die rondlopen die gespitst zijn op eventuele verdachten of dingen die ze niet meteen herkennen. Dus dat daar meer meldingen vandaan komen, vind ik niet zo gek. Maar dan komen dus de spectaculaire varianten, dat ze iets zien vliegen en dat er een lichtstraal uitkomt. En daar is eigenlijk nooit iets echt concrete verhalen, vind ik. Die worden nooit echt concreet en het is allemaal heel erg speculatief. Want ook bijvoorbeeld bij de Rendlesham Forest is bijvoorbeeld geen sprake van een UFO boven die basis. Op een gegeven moment hebben ze lichtverschijnselen gezien, zijn ze het bos ingegaan. In het bos. Gebeurt er wat? Dan denk ik, is dat dan weer, dat wordt dan natuurlijk weer gebracht als, zie je, daar is weer een UFO met een lichtstraal op een basis. Dat kunnen we anders betalen. Nou ja, we hebben natuurlijk ook ons Nederlandse incident, hè, Soesterberg. En dat is dan weer wel door
een man of 10, 12 waren. Ja, ik moet echt zeggen dat ik daar de details. Ik heb er wel gelezen, maar ik heb er daar niet echt in verdiept. Daar is wel redelijk wat over, want er is namelijk een radiodocument gemaakt van door de VPRO, die dus een aantal van die mannen een paar maanden daarna. Die heb ik volgens mij wel eens gehoord, maar al wel een tijd terug volgens mij. Volgens mij staat hij wel ergens online nog. Ja, hij staat online, ik kan hem hier zo delen. En er zijn dus ook ooggetuigen, burger-ooggetuigen geweest. Een bekende daarvan is Josie Swienenberg. destijds een meisje die op de paard reed en achter de UFO aan ging galopperen. maar goed, wat ze daar dus waarnamen is eigenlijk wat wel zeg maar overeenkomt met wat andere dus mensen uit Amerika vertellen, of dat Engelse verhaal. Ding verschijnt, gedraagt zich op een bepaalde manier, hè, maakt geen geluid, kan, laten we zeggen, blijven zweven, hangen, schiet iets af en verdwijnt. Dat is wel, zeg maar, dan één op één met wat al die mensen dus melden. Maar kijk, hier moet je je wat afvragen. Oké, hebben we hier te maken met een geheim wapen wat de Amerikanen hadden, zoals de stealth-bommenwerper die bepaalde dingen kan die we voorheen nog niet kenden. Of hebben we het hier over een bepaalde entiteit die ons probeert te beteugelen dat we de planeet niet opblazen, zeg maar. Ja, ik vind met deze verhalen ben ik nog niet zo ver. Ik vind ze nog te weinig, zeg maar, echt onderbouwd om zeg maar daarover te speculeren. Maar als we het zouden hebben over een motief, dan vind ik dat wel een goed motief. Ja. Misschien, ja, ik weet het niet. Nu over met die UFO, die films van de Pentagon, werd natuurlijk ook wel gespeculeerd van, nou, zouden het zeg maar drones kunnen zijn, weet ik wel, van Russen of Chinezen die dan oefeningen bespioneren. Ja, daar zou je aan kunnen denken. Alleen, in sommige gevallen zal het wel gebeuren, maar de verhalen zelf concreet, denk ik van, ja, lijkt het me toch onwaarschijnlijk dat het in die gevallen daarmee te maken heeft. Ik bedoel, als je het even terug naar dat incident met die Nimitz, dat je ziet, als je denkt dat die radar verschijnselen van, je ziet een hele patroon van noord naar zuid vliegen. Waarom zou je daar met uw drones dat doen? Onwaarschijnlijk. Dat ze daar bij testgebieden en zo en dat soort locaties daar extra op gespit zijn, is wel logisch. Het is natuurlijk aannemelijk dat je. Maar ook überhaupt bij luchtbasis. Wat was dat dan vorig jaar of 2 jaar terug? Dat er in Londen dat er natuurlijk ook gedoe was met zo'n iemand die met een drone aan het rondvliegen was, waardoor ze het hele vliegveld stil moesten leggen. Ja. Dus dat er aandacht is voor dat verstoring van het luchtruim. Ja, kijk, dus, nu is dat wel logisch. Maar als je het Soesterberg hebt, dan is het alweer over 30, 40 jaar terug. Hè? Dus, ja, 1979. Dus 40. Ja. 40. Dus als je denkt van, ja, was die technologie toen voorhanden? Dat weet ik niet. Denk ik niet. Maar, ja. Dus, goed, kijk, een hoop vragen blijven we mee zitten. Hè? Dus... Ja, nee, goed, het is niet helemaal opgelost. Er zijn dus die ooggetuigenverklaringen. Wat doe je op een gegeven moment? Laat je het zeg maar rusten, van deze ooggetuigenverklaringen zijn er. En je kunt aan verschillende oplossingen denken. Maar wat veel mensen dan doen is spitsen op één uit, of mogelijk, ja, verklaring, tussen aanhalingstekens in mijn ogen, die zo goed uitkomt. En van daaruit dan overeenkomst zoeken met andere waarnemingen in het buitenland. Terwijl ik denk, ja, dan ga je ervan uit dat het ongeveer hetzelfde fenomeen zou zijn. En dan ga je al, voor mijn gevoel, al wel een stapje te snel. Ja. Ik vind het prima om te leggen van welke informatie ligt er. En soms kom je gewoon niet verder op dat moment. Ik denk, ja, oké, ik weet het niet. Nee, absoluut. En kijk, daarom vind ik het ook wel leuk om met jou te praten. Hè? Want het is heel makkelijk om je te laten meevoeren in het speculatieve. Maar ja, goed, als ik dan even blijf hangen met bij wat er nou concreet ligt, ja, dan is het weinig. Hè? Tot nu toe. Maar er is wel een grote maar. En het is zeg maar het motief dat ik probeer te vinden van waarom
nu mensen dit op dit moment toch willen vertellen. Nou ja, er zou dus eventueel een commercieel belang kunnen zijn, hè, van die, dat groepje. Maar dan nog heb ik zoiets van, ja, als je dit voor je eigen commercieel belang doet vanuit jouw positie en statuur en geloofwaardigheid, dan denk ik van, nou, dan speel je wel met vuur. Ja, nou goed, je ziet ook niet dat veel mensen die in functie zijn dat doen. Dus ja, ik zie toch wel vaak dat patroon van mensen die uit dienst zijn, dat dan opeens met meer speculatieve verhalen komen. Ja, dus, wat ik al eerder zei, daar kun je op twee manieren naar kijken, zeg maar, of ze hebben dan belang bij. Nou, weet je, wat ik wel ziet, wat meer aandacht is, er zijn natuurlijk veel meer, ja, mensen lopen iedereen nu met smartphones rond, dus als je ook in dienst bent of als piloot, je ziet nu mensen met hun eigen camera's dingen opnemen. Dus mensen hebben meer controle over wat ze zien, dat ze dat kunnen vastleggen. Dus, en ik denk, piloten zagen misschien 20 jaar geleden net zoveel af en toe dingen die ze niet. Maar ja, dan kon je dat niet vastleggen. Dan kon je daar niet alleen met je verhaal brengen. En ja. Er werd er niks mee gedaan. En nu zou je er zeg maar iets op kunnen nemen. Ja, en dan moet iemand daar iets mee gaan doen of niet. Dus ook gewoon de technologie, zeg maar, gewoon de persoonlijke technologie die je bij je hebt, dwingt je organisatie eigenlijk om daar misschien iets mee te komen. Vroeger kon ze misschien mee wegkomen. Ah, dat is gewoon een radar glitch geweest. Dat ja. Ik nu laat vastliggen, ja, maar ik wil een verklaring voor deze specifieke glitch, zeg maar. En dat is natuurlijk wel lastiger. Dus voor die organisatie is het ook ingewikkelder. Maar dat betekent ook niet meteen dat er opeens iets nieuws, nieuw fenomeen is. Alleen, ik denk dat als je het vastlegt, kun je natuurlijk ook makkelijker als piloot of zo zeggen van, ja, maar ik heb dit gezien. Het is niet mijn verhaal. Je hoeft mij niet ongeloofwaardig te hebben. Dit is het. Ik wil even klaar voor dit hebben. Nou ja, kijk, er is natuurlijk ook een beweegreden. Kijk, met de moderne technologie kunnen mensen gewoon à la moment iets opnemen en direct uploaden op het internet. Dus ja. Stel je voor, je had voorheen een soort van programma waarin je dit soort dingen vooral moet ontkrachten, was dat natuurlijk veel makkelijker toen we dit soort middelen nog niet voor handen hadden. Nou, maar dat is natuurlijk ook al gebeurd. Dat is natuurlijk een beetje met die project Blue Book en zo, dat natuurlijk een hele hoop dingen zijn toen snel ik denk vanuit Identity, we hebben niet meer informatie, we kunnen hier niet verder mee. En dan hebben ze niet gezegd van we laten dit open. Maar ze zeggen van, dit is waarschijnlijk toch, weet ik veel, een ballon geweest. Terwijl ze daar verder eigenlijk helemaal geen concrete informatie voor hadden. Dus je moet ook wel, je wordt wel iets meer gedwongen, denk ik, als organisatie, om ook bij het aan te geven van wanneer je gewoon iets niet weet. En dat maar goed om aan te geven, ja, we komen hier niet verder mee, maar we hebben ook geen reden echt om te denken van dat er een gevaar is of dat het naar het onderzoek is. Dat je daar iets opener in zou moeten zijn van een uitleg waarom dat zo is. Wat Elizondo wel aangaf, dat was namelijk dat hij, om even terug te komen op dat patroon van de kernwapens, hè, is dat hij zegt van ja, we hebben dus zijn woorden, niet alleen vanuit Amerikaans perspectief, maar ook Russisch en Engels, et cetera, lijken die dingen hinten die op dus de uitwisseling van de informatie die ze dus hebben met buitenlandse mogendheden, ja, dat die dingen dus lijken kernwapens uit te schakelen. En hij zegt, ja, dat is natuurlijk wel iets wat weer risky is. Nou ja, goed. Ja. Nou ja, goed, wat ik tegenover ben is dat er daar echt geen concrete aanwijzing voor zijn dat ze echt uitschakeld worden, behalve dat ene incident, wat waarschijnlijk niet UFO echt, ja, die UFO een beetje erbij gesleept is. Maar ja, goed, je zou dat ook, die verhalen, die gaan elkaar een beetje, mensen gaan op zoek naar patronen. Hè. Dus op een gegeven moment leeft het een beetje van, nou ja, UFO's worden vaak bij installaties met kerncentrales of met raketsilo's gezien. Ja, dan gaan mensen dat ook op zoek naar die verhalen. Dus dan versterk je het zelf een beetje. Ik weet bijvoorbeeld niet, bijvoorbeeld in landen waar bijvoorbeeld een beetje een andere cultuur is, ook zeg maar wat de UFO, want heel veel van die verhalen zijn toch wel cultureel gebonden. Als je bijvoorbeeld misschien in Frankrijk of in Italië zou gaan kijken, of daar bijvoorbeeld dezelfde connecties of zo worden gelegd, weet ik eigenlijk niet. Italië sowieso, dan moet je maar even kijken, daar is het. Ja, dat zou kunnen hoor. Maar goed, dat Amerikaanse beeld van hoeveel UFO's, dat is natuurlijk best wel overheerst, zeker in de westerse media. Dus ja. Het zou interessant zijn, die Russische
dingen met Kim, weet ik, ken ik niet. Maar het zou kunnen. Dat, maar bijvoorbeeld in Frankrijk heb je natuurlijk heel veel kerncentrales staan. ik weet niet of daar bijvoorbeeld een patroon is. En die Fransen zijn natuurlijk wel wat iets meer afstandelijk ten opzichte van de Anglo-Saxische. Nou, ik weet dat ze een vrij open programma hebben, de Fransen, waar je gewoon, bijvoorbeeld de WOP-verzoeken kun je al lezen, maar ik weet niet hoe je Frans is. dat zou bijvoorbeeld een manier zijn om te kunnen kijken van, hey, is het nou een verhaal wat ontstaan is en wat zichzelf gaat versterken binnen... Nou ja, kijk, ik weet dat de Braziliaanse WOP-verzoeken, of in ieder geval de FOIA, die zijn openbaar, de Fransen zijn openbaar, deel van de Engelsen zijn openbaar, Nieuw-Zeeland is openbaar, Nederland niet, Amerika een beetje, ja. Dus, maar er is een In Nederland zou het natuurlijk met een WOP-verzoek. Het probleem met een WOP-verzoek, je kunt alleen maar documenten opvragen die er zijn. Hè? Dus het kan best zijn dat ze gewoon helemaal niks hebben opgeschreven. Dat ze iemand heeft belt met een waarneming. Iemand belt her en daar in de organisatie van. Wat je krijgt in Nederland. Er is niks aan de hand en er is ook niks vastgelegd. Ja, en dan haal je niks naar boven met een WOP-verzoek. Dus dan... In Nederland heb je er weinig aan, want wat je krijgt is meldingen die bij New Millingen zijn binnengekomen. Mm. En dat is, dus New Millingen is wel een militair. Toren, zeg maar. Maar dat is vaak de politie die voor iemand die de politie heeft gebeld navraagt, zien jullie iets raars op de radar? Want die meneer... Volgens mij begin jaren van Skepsis, zeg maar, toen werd er nog, in het begin jaren 90, toen was Marcel Hulspas, die was de hoofdredacteur. En die stond volgens mij ook ergens in de database bij de politie. Dus als er een melding kwam van de UFO, dan werd dit vaak aan hem doorgebeld. Want hij vond het toen wel interessant dan om daar uit te gaan zoeken. En volgens mij zijn er een aantal van die UFO-enthousiastelingen die vermoeden daarom weer dat Marcel Hulspas dan door de BVD-agent dat dan moest gaan afstoppen, zeg maar, die verhalen. Terwijl ze nu volgens mij, ik weet het niet, van in België, het Belgische UFO-meldpunt is ook wel redelijk serieus. Die doet het onderzoek echt naar Frederik de Laren. Ja. Nog wel iets serieuzer, denk ik, dan de Nederlandse UFO. Daar was natuurlijk in de begin jaren 90 een beetje reuring vanwege de UFO-vloot die daar hing. En onder leiding van Wilfried de Brouwer, dat ze er achter eentje aan zijn gevlogen met de F-16. Volgens mij ook nog deels door Nederlands luchtruim. Maar dat blijft ook een beetje een... Heb je daar wel eens iets over gelezen? Ja, goed, die UFO, die Belgische UFO-flap is natuurlijk redelijk bekend. En dat is natuurlijk een van de meest bekende dingen is natuurlijk die vervalste foto, zeg maar, die van die Petit Richien. En dat is natuurlijk wel iets wat door... het uiteindelijk wel uitgekomen is. Degene die die foto toen heeft gemaakt, dat heeft de boer een beetje opgestookt. Dus dat is wel ergens ook ergens in het jaar 2013, 2014 zo volgens mij naar voren gekomen. Dat degene die foto heeft gemaakt, dat ook heeft toegegeven. Maar ja, die wordt dan weer niet geloofd door de echte aanhangers. Van, jij bent weer omgekocht. We hebben moord gepleegd. Nee, dat heb je niet gedaan. Ja, nee, maar dat is een beetje vaak als iemand vertelt van hoe het dan gegaan is, dan wordt hij door de mensen die er hardnekkig altijd aan vast hebben gehouden, die wordt hij vaak ook niet geloofd. Dus dat is natuurlijk alweer grappig. Maar die waarneming, zeg maar, met de Brouwer, die heeft hem toen die F-16 daarop afgestuurd. Ja, volgens mij is de een beetje uit de sceptische hoek de verklaring dat ze toch de eigen reflecties, radarreflecties op de grond hebben gezien. Het is lastig. Als jij op uitvoer gestuurd wordt om iets te gaan onderzoeken waarvan mensen al zeggen, we weten niet wat het is. Ja, dan zal al het onverwachte, zul je misschien snel interpreteren van, dat is het. Ja. Dat maakt het heel lastig om dat goed te doen. Klopt. Nou ja, wat ik wel interessant vind. Kijk, we hebben natuurlijk nu dat 180 dagen ultimatum. Hè? Dus doe ik nou? Ja. Dat 180 dagen ultimatum waar... Dus de Amerikaanse geheime diensten informatie zouden moeten vrijgeven. Vanwege het wetsvoorstel van Trump. Het is natuurlijk wel interessant wat daaruit komt. Ja, ik ga ervan uit, en dit zeggen de meeste mensen, dat je er niet te veel van moet verwachten. Maar het zou frappant zijn als er wel wat uitkomt en onderzoek maakt. Het zou vooral interessant zijn om te zien van wat voor methodes ze gebruiken
om die meldingen te onderzoeken. Volgens mij heb je daar op het ogenblik meer aan dan weer een paar filmpjes waarop er misschien een weerballon te zien is of zo. Ja, wat data zou interessant zijn. Ja, echt concrete data en van welke stappen ze nemen om uit te sluiten van of er iets een gevaarlijke drone is van een Chinese makelij is of dat het gewoon inderdaad een drone is van iemand die dingen in een schuurtje in elkaar heeft geknutseld of zoiets. Welke mogelijkheden hebben ze om dat te zien vanuit de lucht? Maar dat zullen ze waarschijnlijk niet zo snel prijsgeven, want dan moeten ze inderdaad gaan vertellen van hoe goed hun radarapparatuur is en hoeveel van die Global Hawks hebben rondvliegen die dat eventueel kunnen waarnemen. Nou ja, kijk, ik heb nu wel zoiets van, kijk, als je dit soort dingen naar buiten brengt, maar tegelijkertijd niet je geheime wapens of je meetapparatuur wilt compromitteren, ja, je moet wel wat geven. Er zal wel iets komen. Dus ja. Er zal waarschijnlijk wel met komen van, we hebben deze gevallen onderzocht en uitgesloten dat dat, ja. Het is een beetje afwachten. Het is natuurlijk al eerder van dit soort. Dat ruime dienst, bijvoorbeeld de CIA heeft op een gegeven moment ook, zeg maar, al hun waarneming. Dat is natuurlijk al wat ouder, in de jaren 50, 60. Het is ook wel een beetje vrijgegeven van hoe ze dat toen tegenaan liepen. Dus ja, en dat. Meestal komt het erop neer van ze bellen alle diensten die in de buurt zitten, die mogelijk informatie hebben, bellen ze af. Dan heb je iets? Nee, hebben niks. Oké, nou, vink. Ja, komen we niet verder. Ja. Dus ik denk dat je iets meer inzicht krijgt van hoe de lijntjes lopen voor dat soort onderzoeken, wat ze er doen. Maar eigenlijk concrete gevallen, denk ik niet dat we echt spectaculaire nieuwe dingen gaan zien. Nee. Ik verwacht het niet, maar... Ja, ik verwacht er weinig van, maar ik laat me graag verrassen, hoor. Ik bedoel... Ja, nee, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel ook die nieuwe gevallen, zoals zo'n Nimitz. Het filmpje zelf is misschien niet heel spectaculair, maar met het hele verhaal eromheen blijft het nog een beetje een onopgeloste puzzel. Van wat is er nou gebeurd? En is er data die daar uiteindelijk toch een soort antwoord op zou kunnen geven? Dat blijft gewoon interessant. Ja, nou ja, deze week komt dus deel 2 aanstaande woensdag uit van mijn UAP-avontuur. En daarin zul je dus het Salas-interview lezen, het Elizondo-interview, wat trouwens al online staat hoor, maar... Mm-hmm. En wat had ik nou nog meer? Oh ja, de documentairemakers James Fox en Jeremy Corbell. Dus Fox met The Phenomenon uit 2020 en Jeremy Corbell... met zijn Robert Lazar film uit 2018. Ja, daar zul jij ook wel wat over te zeggen hebben, denk ik. Nou ja, ik ken ik ken het verhaal een beetje over gelezen. Die Lazar is wel een beetje een... volgens mij, aan de ene kant worden zijn verhalen over zijn betrokkenheid bij Area 51 helemaal niet serieus genomen. En aan de andere kant heeft hij even een webwinkel, geloof ik, waar je allerlei chemische elementen kunt bestellen die heel goed aangeschreven staat. Ja. Het is een beetje een aparte kerel, geloof ik. Ja, er is wel iets frappants aan het fenomeen van Lazar. Want alles wat hij verkocht in 1989 werd gewoon weggezet als onzin. Maar er zijn dus wel degelijk elementen van zijn verhaal die toch waar blijken te zijn uiteindelijk. Ja, precies. Kijk, die elementen die worden dan natuurlijk bekeken, zeg maar, door dus vooral de Amerikaanse sceptici die daar bovenop hebben gezeten. En het wordt vaak gebracht van, hij had dat niet kunnen weten, want daarvoor was het nog niet bekend. Maar als je dan goed gaat zoeken, dan zijn heel veel van die elementen, die stonden toch eigenlijk al ergens al. Die waren al eerder door andere mensen gebracht. Dus dat kun je dan wel uitzoeken. Van heel vaak claimen mensen van, die zijn een soort klokkenluiders en die komen met een verhaal aan. Volgens mij bijvoorbeeld dat überhaupt Area 51 bestond, was al niet waar. Maar dat is dus wel zo. Precies. Maar dat is vreemd ook wel. Maar dat was dus al wel bekend, zeg maar. Dus toch wel, een paar jaar daarvoor of zoiets. Maar het is dus net zoiets als dat we niet weten dat de kernwapens liggen op Soesterberg, weet je wel. Het was mij wel iets concreter. Volgens mij is met Lazar ook een verhaal dat hij heeft over een soort scanner of zo, waarmee mensen zeg maar toegang kregen. Oh ja. De deuren met ja, die, met de hand, dat die dan in een film scannen. Gewoon te zien is. Die zit dan bijvoorbeeld al in een film, ja. Dat zie je toch al vaker. Ik heb het sowieso hoor, zitten er vaak in die UFO-verhalen van mensen die zo ooggetuigen zijn, zitten er elementen in, als je dan goed kijkt, van hé, maar... Dat heb ik volgens mij al ergens in de film gezien. En dan kijk je even van, oh, die film is dat toevallig een jaar eerder daarvoor uitgekomen.
Het is heel veel met bijvoorbeeld met Close Encounters of the Third Kind. Daar zitten echt elementen in die ik dan weer later terugzag in getuigenverklaringen rondom Rendlesham Forest, zeg maar. Ja, ja, ja. Oh, wacht, die beschrijving van die UFO, dat zit ook wel een beetje in die film. Maar dat is iets wat je heel vaak ziet bij dit verhaal. Ook bijvoorbeeld met Loch Ness, de eerste ooggetuigenverklaringen van Monster van Loch Ness of zo. Dat is iemand die beschrijft dat hij met de auto op een landwegje reed en dan komt er een soort dinosaurusachtige, die steekt daar over en die plonst het meer in. En dan heeft iemand ook uitgezocht dat net een paar weken daarvoor in Londen in de bioscopen een soort dinosaurusfilm draaide waar een soortgelijke scène zit. Ja, dus dat... Ja, dat vind ik wel leuk, maar dat zijn leuke details. Die maken zo'n verhaal ook wel interessant om daarmee bezig te blijven. Ja, ja goed, kijk, mijn motief was vooral van, oké, omdat dit destijds via zo'n officieel kanaal, tussen aanhalingstekens, naar buiten kwam. Voor die tijd nooit heel serieus genomen, maar ik vond het wel de moeite waard op zijn minst om het uit te zoeken. En een beetje te porren. Nou ja, goed. Dat met wat het Amerikaan betreft, dat maakt het interessant, zeg maar. Eigenlijk, ik zeg, de officiële instanties waren van met het sluiten van het project Blue Book in de jaren 70. Sindsdien hebben we er nooit meer iets mee gedaan. Dat was eigenlijk een beetje de want het is nooit wat. En nu kwam dus uit met ETIP en zo, dat er toch een geheim programma was gestart. Ja, dat daarvoor was dat. Ja, precies. Maar dat was eigenlijk wel het nieuws. En dat is denk ik wel logisch dat wel in de media is opgepikt. Ook wel in de Nederlandse media ook wel. Maar goed, niet heel erg uitgebreid. Er zit ook wel weer een hoop fouten in. Maar goed, op zich snap ik wel dat zeg maar nieuws was. Maar ja, het blijft allemaal een beetje geheimzinnig en weinig open. Terwijl ik denk, heel veel van die dingen zouden ze best wel iets meer openheid over kunnen geven. Dus, nou ja, het zou voor de kredietwaardigheid van de hele claim natuurlijk een hoop helpen als er wat concrete data ook gedeeld kan worden. Dus daar hoop ik wel een beetje op, zeg maar, naar het ultimatum toe. Ja. En daarom, Pepijn, follow-up in juni, want 25 juni. Ja. Als je er geen bezwaar tegen hebt, dan zet ik dit ook geschreven erin. Want dat is prima. Dan hebben we in ieder geval dit gecoverd, zeg maar. Ja, nee, dat geen probleem. Ja. Kom je toch in de nieuwe revue, hè? Ja, dat is wel grappig. Ja, ik las het blad vroeger, las ik het wel regelmatig. De laatste tijd niet zo heel veel, maar... Ik kwam er natuurlijk wel blij bij via Blendl of zo. Daar stond het weer in de kiosk. Ja, kijk. Toch eventjes van wat er is. Het is een leuk blad, omdat ze toch een beetje brutale rebel zijn. En toch de dingetjes durven aan te snijden waar anderen het dan toch maar niet doen. Dus wat dat betreft is het... Wat betreft dit onderwerp in ieder geval voor mij leuk geweest om er toch even in te kunnen duiken. Maar ook leuk om met jou erover te hebben kunnen praten. Kijk, ik had natuurlijk in het deel dat nu in de winkels ligt, had ik Govert Schilling, hè, de journalist. Ja. En die zegt dan in mindere woorden eigenlijk hetzelfde. Ja, voor mij is er niets wat duidt op echte UFO's of iets wat een smoking gun aan bewijs is. Hij duikt er minder, zeg maar, echt die concrete gevallen heeft hij denk ik echt minder ingedoken. Dus dat, sowieso. Hij blijft natuurlijk toch meer over het algemene verhaal van is er echt bewijs voor buitenaards leven op bezoek. Vanuit zijn erkennissen waar hij denk ik wel gelijk in heeft, zeg van, is het heel erg onwaarschijnlijk. En als er echt heel duidelijk bewijs komt, dan hoor ik het wel. Zeg maar. Dat zal hij denk ik wel... En ik denk ook een beetje het idee van, als er echt heel duidelijk bewijs is, dan zijn wetenschappers en zo er allemaal heel erg geïnteresseerd. Dan duiken ze er allemaal bovenop en dan zullen ze het gaan analyseren. Dus het wordt wel een beetje gesuggereerd van, dit filmpjes komen naar buiten, die zijn heel spectaculair. Waarom duiken al die wetenschappers er niet bovenop om daarna het onderzoek te doen? Maar ik denk juist, omdat die meeste wetenschappers naar kijken, ik ben wel een beetje kritisch naar de wetenschap wat dat betreft, met name in Nederland, omdat ik wel dat ik wel vind dat er een gebrek is aan gezonde nieuwsgierigheid en dat ze toch wel heel erg vasthouden aan wat ze altijd voor waar hebben aangenomen, terwijl in mijn ogen wetenschap juist iets zou moeten zijn waarin je dingen dus onderzoekt en de grenzen verlegt.
Nou, ik denk op zich wel dat ze wel geïnteresseerd zijn, maar ook bij dit soort filmpjes meteen zullen zien van, ja, ik kan hier eigenlijk niks mee, want ik mis data. En dan zullen ze zeggen, nou ja, dan wacht ik wel tot die data er eventueel komt. Of dat, hè. Maar om te gaan speculeren, zeg maar, op basis van een zo'n filmpje, waarvan ze dan ook de technische details er zo niet heel goed in inschatten, ja, daar zullen ze niet zo snel doen. En dat heeft denk ik wel met de aard van het onderwerp te maken, dat je dan misschien belachelijk wordt gemaakt. Of, Oké, maar ik kijk... hoe moet ik dat zeggen? Als je niet het risico neemt om wat mensen boos te maken of om zelf belachelijk gemaakt te worden, ja, dan kom je ook niet zo snel wat verder. Hè? Dus wat dat betreft heb ik ook zoiets van... geef een saluut aan degene die durven hun nek uit te steken. Wat dat betreft, met het risico dat je mikpunt kan worden van spot of hoon. Nou ja, goed, ik snap het ook niet altijd hoor. Het ergste wat je kunt zeggen van, nou ja, ik heb het filmpje gezien met wat van ik ervan kan zien, kan ik niet zeggen van wat het is. Ja, is dat erg? Nee, dat is geen probleem. Maar ik weet niet of je met zo'n quote dan ook in de krant komt of niet, of gevraagd wordt. Nee. Ja, wat doe jij, zeg maar, leg jij dat filmpje voor aan de wetenschappers? Of van wat denk je daarvan? Ik heb het voorgelegd dus inderdaad aan militairen. Hè, dus jongens die in ieder geval kunnen analyseren wat ze zelf hebben geleerd en wat ze meemaken. Ik heb bijvoorbeeld André Kuipers benaderd, maar die wilde er eigenlijk helemaal niks over zeggen. Nee, ja. Ja. Nee, maar het is lastig om zeg maar iemand te vinden die ja, dus eigenlijk moet je mensen hebben die echt... Oh ja, natuurlijk Koen Vermeeren, maar dat is... Ja, maar dus... ja, Koen Vermeeren is wel erg ufo-enthousiast ik heb het altijd een beetje in overhoop gelegen met Koen Vermeeren, omdat hij dat hele programma Studium Generale in TU Delft een beetje gekaapt heeft voor allerlei paranormale en Pedro Mobilis ging presenteren en ook dat hele UFO-verhaal daarin brengen. Terwijl hij... Die gelooft een beetje alles, lijkt het. Ik geloof dat Dap Hartman, dat is ook in ieder geval, die schreef ook veel... Nou ja, kijk, als ik nu heel even kijk naar wat Vermeeren schrijft en waar hij mee bezig is wat betreft dit fenomeen. Dan zie ik inderdaad dat er natuurlijk een grote wil is dat het waar is. Maar ik denk, dat vind ik niet iets waardoor wat hij probeert te onderzoeken, ja, dat je dat dan meteen moet disqualificeren. Kijk, het is natuurlijk... Het heeft meer te maken met dat hij niet reageert, zeg maar, op de... Zijn boek is bijvoorbeeld door Rob Nannega, zeg maar, een hoofdredacteur geweest bij Skepsis. Die heeft dat hele boek van hem, UFO's bestaan gewoon, toen ja, echt wel behoorlijk gekraakt. En er zat echt zoveel dingen in die echt niet klopten en heel weinig kritisch overgenomen waren. En ik heb ook al een aantal van die zaken die hij naar voren bracht, die hij al heel overtuigend vindt. Dan denk ik van, ja... Kijk even een beetje om je heen op internet, zeg maar, wat er al over geschreven is. Daar zeg je helemaal niks over. Ik denk van, ja, dan word je mij niet echt geloofwaardig als serieus onderzoeker. Als je dat kijk, ik weet het beide te waarderen wat dat betreft. Hè. Dus ik vind het inderdaad toch fijn dat iemand in ieder geval erin durft te duiken. Maar ik vind het ook fijn dat er iemand zoals jij bestaat die dan zegt van, hey, maar puntje A, B, C, dat klopt niet. Ja. Wat je ook bij mij flikte, Pepijn. Ja. maar dat maakt wel dat iets onder een vergrootglas komt en dat je dus wel door die twee beweegredenen duidelijkheid gaat krijgen. Ja, goed, maar vanuit tegen in willen brengen, zeg maar, dat je dus ziet dat hele van die oude verhalen waarvan in mijn ogen, zeg maar, dus wel echt al lang, zeg maar, achterhaald zijn of echt koek. Niks meer voorstellen, dat die toch weer telkens weer opborrelen en telkens weer naar voren blijven gebracht worden door, laat ik zo maar zeggen, de UFO-enthousiastelingen. Je kunt op een gegeven moment voor je ook een beetje, dan moet je elke keer weer wijzen op, zeg maar, die dingen die al eerder uitgezocht zijn. Gaat het dan echt vooruit of niet? Of blijft het, die discussie, zeg maar,
tussen gelovigen en ongelovigen. Ja, maar daarom is het gewoon goed dat jij er ook bent en dat je altijd een soort van fact-checker bent en dat mensen inderdaad niet. Want het is heel makkelijk dat het een loopje met je gaat nemen, want het is heel spannend en weet je wel, Nee, zeker. Nee, die verhalen zijn. Ik snap de aantrekkelijkheid ervan, zeker. Ja. En, in mijn beleving worden die verhalen, of mensen het ermee bezig zijn, wordt niet minder aantrekkelijk als je het uitzoekt hoe die verhalen in de wereld komen en wat er nou van waar is en hoe een mythe zeg maar ontstaat. Dat vind ik er ook interessant aan. Nou, dat vind ik dus ook net zo interessant, want bovendien zeer waardevol, want ja, uiteindelijk zoeken we met z'n allen volgens mij hetzelfde en dat is de waarheid. Er ligt gewoon af en toe gewoon een vraag die je graag wil oplossen. En, maar goed, ik ben misschien dan eerder geneigd van oké, je komt hier even niet verder. Ja, dan moeten we maar even parkeren en dan maar wachten totdat er ergens of iets vrijkomt of ook niet. En dan blijft het mijn open vraag. Maar en dan is de vraag, dan is het risico van er liggen zoveel open vragen, dus er moet wel iets aan de hand zijn. En dat klopt volgens mij ook weer niet, zeg maar. Dus dat is een beetje een gevaar. Nou ja, kijk, inderdaad. Hè, dus je moet niet dat een waardeoordeel geven in die zin van er is zoveel, dus waar rook is vuur. Je moet altijd natuurlijk met een kritisch oog blijven benaderen, denk ik. Maar in dit geval, onder deze omstandigheden, met wat er in de afgelopen jaren naar buiten is gekomen, vind ik het erg interessant. En ook als het uiteindelijk een beetje teleurstellende uitwerking heeft, dan is het dat. Ja, dat is goed. Ja. Nou, okay. Ik denk dat we er een beetje doorheen zijn. Ja, het is goed. Ja. Ik bedoel, ik zou best wel een keer over kunnen doorpraten over zo'n geval als dat in Zimbabwe bijvoorbeeld. Dat zijn best wel interessante casus om eens een keer door te bespreken. Maar goed, ik heb er een paar jaar geleden al naar gekeken. Ik zat eigenlijk een beetje te wachten dat die documentaire film daar over uitkomt die in de maak is. Die Nicholson of Nickerson. Ja, die is er iets over aan het maken. Ik heb trouwens al jaren mee bezig. Dus ik heb inderdaad een en ander materialen toen in de tijd zitten uitzoeken van wat is er nou wel en niet waar. Psychiater John Mack. Precies. Dat is natuurlijk wel een bekende naam. Vooral met de ontvoering, alien abductions, een beetje zichzelf. Ja, wat fascinerend aan dit feit is van, oké, is dit massa-hysterie van die kinderen geweest? Hè? Hebben ze elkaar lopen opfokken? Of hebben de kids wat gezien? Ja, nou ja, goed. Ja, goed. Mij ook, ze hebben zeker wat gezien, maar het onderzoek daarna is wel zo onhandig aangepakt dat je daarna eigenlijk niks meer zeker kunt weten van wat die kinderen nou wel zeker hebben gezien en niet. En dat maakt het wel interessant. Maar als je dan kijkt naar de allereerste zeg maar, verklaring van die kinderen, dan is er eigenlijk heel weinig wat duidt op een zeg maar echt UFO-geval. Er wordt helemaal geen sprake van iets wat landt of rare of alienachtige personen. Daar is helemaal geen sprake van. Dus wat er precies aan de hand is geweest, daar heb ik wel een paar ideeën over. Maar ik vind het vooral een interessante casus, omdat het onderzoek daarna zeg maar om uiteindelijk uitmonden bij Mac. Dus er gaan een paar maanden overheen. Je ziet hoe zo'n verhaal groeit. En dat maakt het wel een interessante casus. Maar ik was daar ooit op gekomen omdat ik ooit iemand had gevraagd van, ja, wat vind jij nou de meest 10 overtuigende UFO-verhalen? En daar stond er onder andere die Rua-casus bij, die ik toen nog helemaal nog nooit van gehoord had. Dus toen heb ik er wel met je te uitzoeken van, ja, wat is er eigenlijk over bekend? En er staat inderdaad een en ander aan. De allereerste interviews zijn interessant, zeg maar. Met een mevrouw die een UFO-blad had in Zimbabwe. En die heeft ze, zeg maar, die kinderen, in mijn ogen toch een beetje gestuurd, zeg maar. Oh, ja, ja. Oh, dat wist ik niet. Maar dat ben ik wel die verhalen, die zijn, dat maakt het inderdaad een interessante casus. Maar ik ben heel benieuwd wat die kinderen dan zelf zeggen. En ik heb er wel eens wat van gezien van die Nickerson die af en toe wel... Ah, ja, misschien wel leuk, Pepijn. Ik wil graag een van die kinderen, daar heb ik nu de contactgegevens van, die wil ik graag wat vragen. En misschien wil jij dat ook wel. Ja, misschien. Kijk, ik moet er weer even induiken. Maar het is... Er is...
Er werd een beetje gesuggereerd alsof die kinderen helemaal geen ideeën hadden van UFO's. Dat het helemaal niet in de belevingswereld zat. Dat bleek toch achteraf toch niet zo het geval te zijn. Zeker zeg maar, de blanke kinderen op die school, die ze thuis voor een televisie hadden. Ja. Dat die toch echt wel die termen zo wel kenden. En er al snel mee kwamen. Zeker als ze een beetje gevoerd werden. Ja, en volgens mij was het ook in de tijd van de X-Files. En, ja, en ik, nou, ik vond het toen wel eens uit zitten zoeken van of die toen in de tijd in Zimbabwe te ontvangen was, bijvoorbeeld op de tv. Want, ja, ja, je hoeft alleen maar de schotel te hebben. Net niet in tijd. Ik geloof dat bijvoorbeeld de X-Files voor mij begonnen in 93. Ja, maar dit was maar dan zou het net 94. Dat was 94. Ja, maar het is in eerste instantie alleen op, volgens mij in Amerika, via satelliet-tv uitgezonden. Of via netwerk. En pas de BBC heeft het volgens mij wel net in rond die tijd van Rua de X-Files uitzonden. En ik denk dat de BBC wel te ontvangen was, zeg maar, in Zimbabwe, natuurlijk veel Engelstalig georiënteerd. Ja. Het klopt net niet in tijd, maar misschien is het wel met trailers of zo. Want volgens mij is het schilder net een paar dagen, heb ik toen ooit uitgezocht. Want de BBC heeft het uitgezocht, zonder volgens mij eind september of 94. En dit incident was net een paar dagen daarvoor. Maar ik vond dat wel toen wel interessant om uit te zoeken van, hey, zijn er toen trailers uitgezonden van X-Files die mensen al een beetje hebben geprimed, zeg maar, om in UFO's te denken. En, ja. en er was een UFO-waarneming in een paar dagen daarvoor. Dat is achteraf bleek dat een van de rakettrap van een Russische raket of zo te zijn die de atmosfeer in kwam, die wel toen gezien is. Dus er was wel een beetje een soort sfeer, in ieder geval mensen kunnen daar opgepikt hebben van, hey, er is iets, de UFO hangen in de lucht, zeg maar. Maar vanuit, ja, vanuit populaire, vanuit de media en vanuit zo'n rakettrap die dan in de atmosfeer kwam. Okay. Maar helemaal precies kreeg ik dat toen niet echt op elkaar, maar het zou best kunnen nog. Ja. Nou ja, goed, ik ben erg benieuwd naar het gesprek met Salma. Ja. En is zij, Selma, is dat een van de witte kinderen of van de donkere? Is een donker kindje geweest. Ja. Nou, het zou interessant zijn om weten van wat uit zij haar positie, zeg maar, als kind, zeg maar, wat haar leefomstandigheden waren of wat zij haar toegang zo was. Zeg maar, en nu heb ik het gevoel dat zowel de zwarte als de witte kinderen daar op die school redelijk geprivilegeerd waren. Ja, jawel. Jawel, ja. Maar wat ik overal las, was er toch wel een verschil in wat zeg maar de witte kinderen wisten van UFO's en de zwarte kinderen. Maar sowieso was het een redelijk zeg maar middelklas school, zeg maar. Allemaal redelijk ja, te doen, volgens mij. Ja. Het is niet een ruraal schooltje in de Rimboe. Dus, laatste quote. Was het echt zo gênant? Ja, een paar dingen. Ja, in mijn ogen toch wel een beetje, denk ik. Want ja, het is toch een beetje te over de top gebracht. Bijvoorbeeld dat je zegt voor me ergens van dat die video's onomstotelijk bewijzen dat er technologie of buitenaardse technologie of in ieder geval technologie gebruikt is op die video, op die beelden. En dat is denk ik echt niet zo. En dan een paar van die concrete fouten erin. Ja, goed. In mijn ogen, maar goed, de standaard is misschien dan ook anders al. Ik vond het toch wel een beetje gênant. Dus echt feitelijke dingen die niet kloppen. En die denk ik van nou, die had je toch makkelijk kunnen checken, denk ik. Waar van achter wat betreft in ieder geval dat Roswell-verhaal. En er was nog iets, het schilderij, geloof ik. Ja, goed, het schilderij. Hè? Waarom ik dat gênant vond, ik kreeg een beetje de indruk, omdat dat schilderijen bijvoorbeeld die ook door de Koen Vermeer worden genoemd, volgens mij in zijn boeken. Dat is echt zo'n verhaal wat al heel lang bij de ufologen, zeg maar, doorloopt. Van, oh, die ufo's, maar het is ook heel oud al, dat komt heel oud voor. Terwijl het dus heel snel al door kunsthistorici is uitgelegd van nee, maar dat heeft helemaal niks met UFO's te maken of onbekende. Dat heeft een heel concrete betekenis. En dat is door die kunstenaars, zie je op een hele hoop schilderijen. Want je noemt ook volgens mij een andere schilderij, dan hebben we even een klooster. Bij de kruising zie je dan twee opvliegen objecten. Maar
die zie je op heel veel van dat soort schilderijen. Dat zijn gewoon de, zeg maar, de zon en de maan die daarop staan. Het is gewoon een bekende beeldtaal uit die tijd. En het Kisoki zie je dus twee dingen waar mensen in zitten die dat lijken te bevinden. Ja, maar het zijn antropomorfe voorstellingen van de zon en de maan. En je hebt dus heel veel voorbeelden daarvan in die schilderijen. Dus dat is gewoon zeg maar de standaard beeldtaal uit die periode. Oké, maar hier, dat is een mening, Pepijn, dat is oké. Goed, dat is niet mijn mening, maar dat is van de kunsthistorici. Dus dat vind ik dan niet zo gênant. Oké, nou goed, maar die heb ik het ook niet uitgehaald. Ik ga dan toch af op wat de kunsthistorici daarover vertellen. En omdat het al best wel een lang, zeg maar, zo'n verhaal is, blijft worden. Dat is gewoon een kijk, je kan daar basically in zien wat je wil. Hè? Dus wat dat betreft als... om het dan... die vind ik dan een beetje oneerlijk. Maar wat betreft het Roswell-verhaal... Ja, dat is gewoon feitelijk aantoonbaar. En dan, dat is concreter, zeg maar. Ja. Als je zegt dat er een persbericht is... Ik ben wel iemand die het risico wil nemen om het te onderzoeken. En als je dan zegt van... Als ik ergens heb gezegd, onomstotelijk bewijs... er is onomstotelijk beeld, hè? Dus, Je suggereert wel dat... Ik suggereer in ieder geval duidelijk dat het Pentagon meer... als het ware toegaf dat die objecten fysische kwaliteit of activiteiten vertonen die ze niet kunnen verklaren. Maar dat hebben ze nergens volgens mij officieel gezegd. Alleen maar zeggen, we weten niet wat het is. We hebben het niet geïdentificeerd. Ja. Het kan nog steeds zijn dat ze wel weten wat het is, maar dat ze niet weten welk... Maar ik heb niet gezegd dat het aliens zijn. Nee, dat stond er nog net niet in. Nee, dat niet. Nee, totaal niet. Dan had ik nog andere woorden dan gênant gebruikt, denk ik. Ja, nou ja, oké. Maar goed, het is nooit... Kijk, dit hele stuk was de bedoeling van... Niet om te suggereren dat we worden bezocht door aliens, maar wel dat er iets bestaat wat nog niet identificeerbaar is. En we willen weten wat het is. En als je niet een beetje port, dan zul je het ook niet weten. Ja, maar er is een verschil tussen niet identificeerbaar en niet geïdentificeerd. Als je zegt het is niet identificeerbaar, dan doe je eigenlijk een uitspraak van dit dingen, die kunnen we überhaupt niet identificeren. We hebben bijvoorbeeld op dat moment te weinig informatie. En als je iets meer informatie hebt, had je het misschien wel kunnen vinden. En dat is een beetje met het verschil tussen onverklaarbaar en onverklaard. Hè? Dus daar vind ik wel een verschil tussen zitten. Soms kun je gewoon iets niet verklaren omdat je net een paar informatiebokjes mist. Maar je ziet niet iets wat principieel onverklaarbaar is. Ofzo. Dat werd er wel een beetje gesuggereerd in die video's. Ah, nee, kijk, ik geef wel aan wat het kunnen zijn. Hè? Dus ik zei van, ze hebben onderzocht, zijn het drones, weten we nog steeds niet, zijn het... rivaliserende grootmachten die ons die ze proberen af te troeven met superieure technologie. Nou, of is het iets wat dus wordt gezegd, wat wij in ieder geval niet kennen, wat of aards of niet aards is, maar dat weten we ook niet. Dus daar wordt naartoe geschreven. Nou goed, even concreet zeggen van... De filmpjes laten bijvoorbeeld zien dat een object versnelt met zo'n hoge versnelling die wij niet kunnen. Hè? Dat werd voor een hoop mensen gezegd. En als je dus, ja, dat heb ik dus wel geanalyseerd. Nou goed, er blijft een beetje die analyses van... Nou ja, als je de analyse van nee, maar kijk, dat zijn dus wel dingen die heb ik van tevoren wel onderzocht. Door bijvoorbeeld die beelden te laten zien aan een militaire piloot. Ja, dus het is niet zo goed. Op grond daarvan snap ik, kan ik me voorstellen dat je zegt, dit is niet verklaarbaar met onze technologie. Maar goed, die analyses zijn dus ook wel, die zijn dus ook niet zo heel duidelijk. Dus ik vind de analyses van onder andere Mick West op dit punt, zeg maar, denk van eigenlijk duidt het er toch niet zo op dat het zo'n enorme versnelling is. En Elizondo draait er volgens mij nog steeds een beetje omheen. Dus er is minstens een verklaring voor die beelden die dus niet beroep doet op onverklaarbare versnellingen of zo. Zolang je dat dan niet hebt, maar goed, dat is een beetje bewijs. Dat is heel duidelijk hard bewijs. Hè? Er moet ook geen alternatieve verklaring voor zijn. Wil je zeggen, hier is heel iets bijzonders aan de hand.
Maar bijvoorbeeld een militaire, vanuit een militair gezichtpunt, zit je liever aan een safe kamp. Zeg maar, oh ja, ik weet niet precies wat het is, maar ik moet er toch maar rekening mee houden dat er wel iets aan de hand kan zijn. Dus dat is een beetje het verschil tussen hoe denk ik, militaire operatie of een organisatie technisch aankijkt en de meer de wetenschappelijke kant. Dus de wetenschappers willen veel meer bewijs hebben voor wat ze er echt iets mee gaan doen. Nou ja, kijk, maar dat vind ik dan wel een beetje flauw. Dan heb ik ook iets van de wetenschap van, ja, oké, alleen maar roepen dat er niks is en dat we allemaal, ja, dan heb ik ook zoiets van, oké, spring er nou dan even in, hè, en debunk het dan ook echt en laat het zien. Ja, nou ja, goed, dat vind ik ook prima. Hè. Dat ze wetenschappers, ik zou ook wel graag zien hoor, dat ze dat er wat, weet ik veel, mensen van de Technische Universiteit van die beelden gewoon echt goed bekijkt. En dat die berekeningen van bijvoorbeeld van een microwest even controleert. Ik denk op zich dat er een hoop mensen die daar zich mee bemoeid hebben, dat die ook wel die achtergrond hebben. Maar je zult het niet officieel vanuit hun functie of zo, vanuit een Technische Universiteit of zo, zal niet zo snel zo'n analyse doen van zo'n filmpje. Dat zou eigenlijk, ja, dat zou ik best wel leuk vinden als dat gebeurt. Dat je meer met meer gezag, zeg maar. Nou ja, het maakt de geloofwaardigheid van de wetenschap ook wat meer plausibel dan alleen maar roepen het is niks. ze zeggen er nu eigenlijk niks over, zeg maar. Ze negeren het nu, zeg maar. Dat is, ja, dat is wel waar. Dat wordt inderdaad, ja. Ja. Nou ja, het heeft natuurlijk met geld te maken en ja, prioriteiten. De spanning of zo wordt niet zo gevoeld denk ik, binnen de wetenschap om met deze filmpjes in ieder geval iets te gaan doen. Of ja, ja. Behalve dan als een hobbyprojectje. En dan doen ze dat misschien ook anoniem op van die sceptische websites. En, nou ja, kijk, ik zou het, en ik denk een groot deel van de mensen zouden het toch wel heel erg waarderen om die input te hebben. Want ja, de bronnen waar dit uit komt gerold, zijn toch heel anders dan ja, in de decennia daarvoor. Dus dan, ja, het grote voordeel is in ieder geval dat je weet dat dat beeldmateriaal echt is en dat er ja, niet meer gesjoemeld zal zijn. En, ja, maar daarom dit beeldmateriaal is interessant. Ja, ja. Ja. Nou ja, goed, ik hoop dat de wetenschap toch een beetje wordt gekieteld door dit hele gebeuren. Ben erg benieuwd in ieder geval. Ik wil jou bedanken. Graag gedaan. Voor dit gesprek. En, misschien spreken we elkaar nog wel een keer. Dankjewel voor het kijken naar Vechten met Moskowitz. Vandaag met Pepijn van Erp van Skepsis.nl en KloptDatWel.nl. Hij had kritiek op de UAP-editie deel 1. Dat vond hij zelfs gênant. Nou goed, daar zat inderdaad een concreet foutje in. Hebben we het over gehad. En hij was zo sportief om vandaag met mij dit gesprek aan te gaan. Gênant, maar heel veel meer argumenten kon hij niet aandragen. Zeker niet met valide onderbouwingen. Dus dat is wel jammer. Maar goed, zo sportief was hij om toch eventjes bij mij in de uitzending te zijn. Dus dat was wel cool. Vandaag deel 2 van de UAP-editie in de winkels. Met dus de ETIP-leider van het Pentagon, Louis Elizondo. Met filmdocumentairemaker James Fox, zijn film The Phenomenon wordt besproken. Filmmaker Jeremy Corbell, zijn film Area 51, UFO's en Bob Lazar. Erg interessant. En niet te vergeten het interview met Robert Salas, die de verantwoordelijkheid had over 10 kernkoppen in de jaren 60. En toen verscheen er een UFO, naar eigen zeggen. Nou, lees zijn verhaal. Het is erg interessant. Vind je mijn podcast leuk? Abonneer je op Vechten met Moskowitz. Want dan ga ik gewoon nog heel veel meer gratis content maken. Dankjewel.